Een hele goeie avond, dag beste voetballiefhebber, welkom bij 19 Minutes Late Night, uw uh, wekelijks uh, talkshow met de beste en meest interessante voetbalmeningen en met gegeven het late uur ook uh, oeverloos gezever van uh, Filip Joos, Steven De Voer en Sam Kerkhoffs. Hallo. Of, zoals Filip jou noemt, Sam de Schaduw Kerkhoffs, Sam de Shadow... Want blijkbaar, overal waar je komt, of, of waar Filip komt, ja, zit hij wow, hem op de hele Daar nee, net ja. tegen hem. Het is toch een crazy week. Ik, ik, do, ik, ik kwam ergens niets vermoedend en daar was Sam Kerko. Ik bedoel, ik denk dat ja, er zijn minder spionnen tussen Oekraïne en Rusland in de weer dan. Maar pas op als je het zo vertelt. Volg jij Sam eigenlijk? Als ik het hoor. Ja, ja Sam nee, is er al. Nee, nee, jij bent er nee, ook. Nee, ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Cheryl Philip. dit weekend hebben jullie elkaar gezien in Manchester City. Ja, gezien. Ja. Hij, mij, ik heb hem niet. Hij was ergens in, in, een, in een keet met, met heel veel blacklight aan het fuiven volgens mij en ik stond mijn werk te doen. Maar, oh, 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 oh. Oh, oh. Nee, maar echt, daar dat is zo'n dus van, loze van. Jij zit in de loge van en ik ja, zit. Ja. Dat is daar, hij dat zat verheven van, en ik zat laag. Er <laughs> kwam plotseling een heerlijke foto binnen op WhatsApp. Van, ja een, een ingezoomde foto op Filippi daar helemaal aan de overkant stond. ja, en die, ja. Allez, ik zit daar te zwaaien en ik ben nu niet klein hè nee. die, die had me zeker al gezien en hij nee, was nee, echt nee, ik wist niet dat de, jij het was Zwaai ik dus terug ik was of niet of zo. <laughs> ja ik was aan is Sam wel weet je dus ik was aan het whatsappen naar hem <laughs> Ach, kom maar je vindt dat niet leuk, want... Dan ga ik terug naar binnen, en dan zeggen, oh, nou, daar was je gezond? zwaai, ik zeg, ja, Philippeus is daar, en al mijn vrienden naar buiten, hé, hey, Filippo, jij laat <laughs> dat erop in zo'n leeg stadion, en bij al die interviews denk ik dat... Pu ja, dus ja, ik sta dan en was de niet van, nee, 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 nee. Zie dat die zwijgen, <laughs> zie dat <er> die zwijgen. <laughs> nee, nee, heel, heel, heel graag incognito daar. Ja. Uh, dat is net zalig, dus ik kon daar dan... En toen kwam ook Kevin De Bruyne, die ik dan eerst wou interviewen, want het is altijd beter als je iemand eerst interviewt. Dan dat hij de hele pers ja. al heeft afgegaan. Dat dus snap ik. dan worm ik me daartussen. Dus, en dan stopt ze ook. Dat is tof van zijn vrienden, maar... Hmm. Dat was toevallig, hè. Dat ze stopt. Ja, ja dat denk ik dat ook. <laughs> ja. 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 Maar zit jij dan eigenlijk... je volgt de wedstrijd in een loge of zo, van Kevin? Of, uh... Ja, dat is gewoon in de tribune. Ah, dat, of gewoon in de tribune. Dat is niet dat er een aparte ruimte is. dat is in de loge, is... Maar dit, dat is zo gemaakt dat je... Je zit wel in de tribune. Ja. Ja, daar ken ik die loges van uh, op Manchester City. Inderdaad. Ja. Je, zit, uh, in, ja, je zit in de sfeer. Dat is nog belangrijk. Ja, ja, echt wel. Je zit er recht tegen. Er was ja. wel sfeer, hè? Uh, uh, no, ik heb nog nooit zoveel sfeer ja, gezien daar. Ja, het was echt. Op het moment Absoluut. dat ze begonnen zich allemaal om te draaien, was echt. Zo, was de postna, Met een rug ja, naar Ja, Heel slecht hè, ja, bijna. Was ja. echt, uh... Ik heb eens dat toen op de bank en die zei dat dat indrukwekkend ja, was. Ja, dat was echt indrukwekkend. Dat zal wel. En misschien heeft het er ook mee te maken dat ze die vloek van United thuis eindelijk eens doorbroken hadden, want dat, ja, die waarden er toch een beetje. Ja. Natuurlijk, het is zijn eerste derby die hij thuis wint, hè? de bruine. Dat hij heeft er dat vier echt. verloren, één ja, gelijk ja, gespeeld. Echt, ja. Nee, ja. <laughs> ja wat, wat zeg je Eertig, nu wat jij dat... er was? Of ja. je, je linkt dat aan je net aanwezigheid. Niet. net niet Nee, net niet. Hij zei: van Yes, we hebben er ah, toch dus al vier. Altijd zo lang geduurd. Wat momenteel iets van positief is. <laughs> ah, nee, maar in, en hij heeft er acht gespeeld op Old Trafford. En daarvan heeft hij er geen enkele verloren en vijf gewonnen. Dus dat is echt, dat is echt wel zeer bizar. Hè? Mm -hmm. Maar ja, het, en... was wel, het was wel geen wedstrijd. Ik vond het echt beschamend. Well, yeah, ik vond, hey, eerste, eerste, eerste ja, kwartier uh, uh, tot half uur. Voilà, Zat er toch, zat er toch wat in mensen United. Dat menu. Was zo vals gevaarlijk zijn. Ja, ja oké, okay, maar ze, ze deden wel. Ze, ze probeerden ja. wel. Ze kwamen wel op het veld met wij zijn Man United. Wat, wat ze niet meer zijn, in de maar, geest ja. van wat het echte Man United is. Maar op die, het, was, het was wel iets ondernemender dan in die thuismatch. Ik vond die thuismatch nog erger. Die 0-2. Ja, oké. Okay. Die was maar, mega het, schrijnend. Het, gezond, en nu had je zo het gevoel van, oh, hij probeert iets. Alleen zet je dan de ruimte voor de bruine zo open dat het, dat het pijnlijk wordt. Hè. Dat was, en dat dan komt zie je hoe geweldig niet... we goed hij kan opstomen met een bal. Ik denk niet dat er iemand dat ja. beter kan in, en ook in de snel. wereld. Ja, ja, dat bedoel ik. Echt heel snel. Dat, is, dat zit in stomen. Hè. Dat, ja. is, dat is dat je... Mm -hmm. Ja, dat, dat je klopt. vooruit gaat en. Ja, nee, echt waar. Dat... Ik werk maar aan 50%. <laughs> ja, maar dat vind ik net zo. Mm -hmm. en, en dat is wat ik hier twee weken geleden zei. Dat zie je bijna niet meer doen. Omdat die clubs, alle clubs die naar daar gaan. proberen dat net te vermijden. Omdat ze weten, dan zijn we dood. Ja, maar to, dat deed United eigenlijk ook. Maar. Uh... Je loopt dan tegen City zoveel achter de bal aan. Als je hem dan hebt en je speelt zoals United, moet je nog eens je volle energie in uitbreken steken. En dan... Ja, maar ze gingen, ze gingen druk zetten in, de... in het begin. Hè. In het begin gingen ze echt... Maar ze speelden zelfs... Pogba en Bruno Fernandes. Ja, ja, maar die Dat gingen... was een goede vondst. Heb je de reactie gezien van, uh, van, van Pep Guardiola? Die ja? in één minuut 35 uh, als een gek aan iedereen uh, aan het ja, uitleggen het al was... Door, dat was. Dat vroeger door. Dat was een moment dat die mens een hartstilstand of... Ja. Daarvan maakte hij gebruik. Dat was echt een ja, time Ja, om het uit te leggen, ja. Maar... maar dat is het probleem aan, aan Paul Pogba, denk ik. Als je, die, als je die daar zet, dan denkt hij echt, ik moet niks meer doen. Maar ik vond, ik vond dat een van de betere van mijn United. Ja, maar hij, hij, loopt, hij, hij, hij loopt het een kwartier en dan, dan stopt hij ermee. Ja, Terwijl maar, bij Frankrijk... Die moet ook het spel voor zich hebben. Wauw. Ja, tuurlijk. Wauw, ik, vind, ik vond dat nu niet... Niet de beste zet. Nee. Ja. Want vo ik vooral dat vond... dat werkte, de eerste 20 minuten. Ja, maar ja, goed, ja maar, dat is je punt. Ik ja, ja. meen het echt, met mijn, mijn vals gevaarlijk te zijn, met een, met een perceptie te creëren van hé, hey, we zijn ja, hier, maar, we zijn met United, wat? Tenminste nog niks, de perceptie. In, in die thuismatch ja, okay. thuis was er niemand die uit de eigen 16 geraakte. Ja, en na de goal ook. En na in Koldershuis ja, ook was echt niks mega meer. Pijnlijk, ja. hè? Want ik had zelfs het gevoel, zeker in de tweede helft, dat als Man United beter was, dat City nog wel de gas dieper kon induwen. Ja, ja, ja. Dat hij gewoon dacht ja, deze is al genoeg. De Ole-Ole in gênant. de tweede helft, die sneden, uh, kwamen hard binnen, die Ole-Ole's. Uh, ja, toen moet ik even naar binnen gaan. Is het echt ja, echt? Kevin was er toch wel af, dus. Ja. ja. Oké. Okay. Vind ik niet. Nee, maar even serieus, als je daar dan zit, ben je wel blij voor Kevin de Bruyne als hij zo'n wedstrijd speelt? Uh, ja, want ik had hem daar. had ja, tot na de match in, in Influen ook gezegd dat wij daar waren als mijn United fans en dat we de pesten. Ja. Dat is ook gebeurd, maar dat, is, dat valt natuurlijk wel echt mee. Maar als dan de match begint, pakt dat hem een half uur of een uur later dan normaal was gaan slapen. Dus dat valt echt? allemaal wel mee. Nee, maar toch, toch oprecht? Ja, ja, maar we zaten ook wel echt een bikken in zijn hoofd. Dat zag je wel. Je merkt dan alles van, maar zijn die mannen hier nu serieus of niet? Wat we uiteraard niet zijn. Maar dan denk je wel, shit, als hij nu ineens echt een slechte match speelt. Ja. Ja, dat, dat is er wel. We lachen daar wel mee. En ik sta daar ook soms niet genoeg Dat is wel een Dan, dan, dan denkt hij in de hij en, en ook, het ja. is dus zo drie punten met Liverpool. Ja, dus ja, niet onnodig. Ja. Dus ik was echt wel meteen ja. van. Hé, hey, kom, dan moet hij er wel met. En dan ja, scoort hij echt na zes minuten of na vijf minuten. Ja. En dan was ik wel meteen van. Oh, ja, dat is vet. Of, en dan hij heeft echt die match gewonnen. Dus ja. dan vind ik dat wel. Dat, dat vond, vond ik ook vetter wel, dan dat United wint. Hè, vooral, dat vond eigenlijk. ik wel fijn aan hem dat hij daarna zei in het interview dat hij blij was met, eigenlijk blij was dat Liverpool uh, zo dicht stond dat er uh, toch ja. dat er meer spanning was ja dat uh, is. Hij zei, je kan je niet voorstellen hoe dat wij elkaar pushen dat zei Pep nee ah ja, dat zei Pep ook ja, 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 klopt zei dat ook, ook toch over... klopt ah, zei ja, dat ja. ook ja. Ja. dat is ook een beetje met, met Cristiano Ronaldo en Lionel Messi verhaal ja, ja. Ja. ja dat is een goede vergelijking die absoluut die elkaar naar naar zo'n grote hoogte gebracht mm -hmm. Ja. ja, Klopp heeft, er echt, heeft echt gezegd van zonder City waren ze de voorbije vier jaar uh, drie keer kampioen in februari. En dat maar is ik denk ook, dat ook wel, dat, wel dat, dat, dat City dat nodig heeft om in de Champions League verder te kunnen uh, presteren. Want als ze nu al bij wijze van spreken 15 hmm. punten ja, voor ja, 20 punten voor... Is er toch verslapping? Dan, bedoel. Ja, dan, dan kan je zeggen oh, we nemen een snipperdag en dan, dat, dat sluipt toch in je, allee, in je kleren? Die in Champions League-uitschakeling heeft toch weinig met een snipperdag te maken, heb ik het gevoel. Nee, maar... Nee, bijvoorbeeld bij Remunche toen met, met Pep Guardiola. Die waren al toen. Ja, ja, die waren kampioen in, in november. In, in ja. november of zo? <laughs> ja, ja. Maar echt officieel, denk ik. Eind, eind februari, begin ja. maart of zo. En. en ja, die, die gingen er dan niet ineens uit in de Champions League. Dat is dan moeilijk om te zeggen: van competitie. Om die maar, focus maar te houden. In de Champions League gaan ja. we wel dezelfde, ja, hetzelfde ja, niveau. Vielleicht. Dat is ja. niet simpel, dat denk ik ook wel. Maar ze, we laten nu even een paar weken rustig ja. gaan. En dan ineens te moeten, te, ja, te moeten presteren is gewoon heel moeilijk. Maar het is wel zo dat wat United dus probeerde: de enige ploeg die dat wel kan, is denk ik Liverpool. Mm -hmm. Die ook kan proberen aanvallen op City. En die dan wel daar een match van kan maken. He, Tottenham, Tottenham kan dat ook niet. Tottenham hangt nee. en breekt uit. Chelsea ook. Ja. Ja, Chelsea daar ergens tussen. Maar inderdaad. Meer, meer, meer nog wel balbezit. Chelsea kan ook wel combinerend. Ja. He, maar Giorginho toch ook dingen, meer, meer, Ja, tuurlijk, mm -hmm. tuurlijk. Je moet, hè. Mm -hmm. Je moet. Maar zowel Chelsea als Tottenham op tien matchen winnen ze de helft niet van hun. Hè. Nee, nee. Maar ze Liverpool kan echt, ook niet, denk ik. Als je die dan zag... Die kunnen zoveel verschillende manieren ja. van de tegenstander te ontmantelen. Dat is echt niet normaal. Dat is het enige denk ik, wat Chelsea in de Champions League finale gedaan heeft. Ja. Ook wat harder dat het enigste. gaat zijn. Er was die periode van, uh, van 15 minuten met, wat was het, 92% balbezit. Ja. Dus ja. <laughs> Heb je dat gezien? En... Jij gaat dat weten, dat is ja. toch. Hebt u toch nog nooit gezien? Jawel, maar 8, dat is dan. 8% bal dit, maar over 15 minuten. Dat is dat dan betreft. City tegen, tegen de allerzwakste ploeg uit de competitie. Ja, dan gebeurt dat wel eens. Maar, dit was, oh. ja, maar dan had United was echt. De wissels waren ook. Ja, ja. Allee, doen? Ik heb het van. voor Lingard. Hè, en ik begrijp ook wel dat Lingard denkt: van... en nu moet ik hier. Ja. Want dat begrijp ik dan ook wel ergens. Hè. Dus je mag nooit meespelen. Je, 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 hebt, je hebt bij West Ham bewezen dat je, dat je toch iets kan brengen in die competitie. Ja. Je moet dan terug en dat je dan zegt van, hé, hey, mag maar nu niet, nu loop ik ook niet. Maar natuurlijk, ergens mag het niet, hè. Ja. Want je, ja, wordt je wordt goed om betaald om toch te lopen. Ja. Maar, maar het, is, het is menselijk. Voilà. Het is menselijk. Van hem begreep ik het Rashford? Ik heb, uh, mijn eerste resultaat Rashford Rashford is, Rashford is, in de Premier League heb ik aan... 17%, 18% balbezit gespeeld. Echt? Tegen Liverpool was dat toen een uh, eerste Ach. wedstrijd bij Burnley. Tegen Liverpool en was, Liverpool wat, 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 had over de hele wedstrijd 82% bal bezicht. En wat gebeurt er dan in je hoofd? Want je voelt dat ja. toch? Ja, maar je staat na het kwartier 20 minuten 2-0 voor. Hola. Voilà. Thuis of uit? Thuis, ja, thuis. Ja. oké. Okay. Wij stonden 2-0 voor. Uh, Oké, okay, dan, 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 is het dan loop je het. Ja, voilà, ja dan wil je ook lopen. Ja, nee, niet ja. als je 5-0 achter staat, oh, dan moet je ja. blijven lopen. Oh, weer achter die bal. Ja. Maar niet om die 2-0 te willen behouden. Ja, je blijft gewoon je lopen. Alles. Hè. Ja. Met 62 minuten ben je doodgevallen. Ja. Ja, maakt niet uit. En, en wat, maar wat is dat dan vooral? vooral... Gewoon, gewoon mentaal. Dat is gewoon mentaal. Nee, maar, even, maar, maar wat zorgt er voor die 82? Het tempo dat zij opleggen? Of het nee. feit dat ze in bal verliezen? Direct gewoon... voor je. Staan. Ja, nee, dus wij hadden twee lijnen van vier, hè. dus twee spitsen, maar dan hadden ja. we hadden twee lijnen van vier, en zij waren altijd van de ene kant naar de andere kant, en af en toe kwam er eens een voorzet over de verdeling, maar ongevaarlijk, ze hebben echt niet okay. veel open kansen gehad, maar het probleem was ja, vanaf het moment dat wij die bal hadden, ofwel ging die lang, en dan hadden we de tweede, bal, of waren te ver van, el ja. van elkaar, om dat op te volgen, en ja, zij zetten ook gewoon direct druk. Natuurlijk. Ja, ja. Hoe kan je dan scoren? Door ja. echt te gokken op die tweede bal? En die... Uh, één keer Eén keer zij, de... hebben zij proberen uitvoetballen en hebben wij die bal onderschept. <laughs> <laughs> en wij die bal onderschept. <laughs> en, en, en uh, Redelijk en efficiënt antwoord. En de tweede ja. keer <laughs> heb ik een bal onderschept van aan de zestien en uh, heb ik vijftig meter overbrugd en een baaltje opzij gelegd en hebben ze een binnen gelicht. Dat vind ik wel mooi zo. De eerste keer hebben wij... En de tweede ja. keer heb ik. Ja, 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 ik verover die bal. Ja, ja, tuurlijk, ja. tuurlijk. Ik verover die bal. En dan... Was dat in de FA Cup? Nee, nee, dat was mijn eerste competitiewedstrijd. Ja, Kom okay. maar echt niet En dan heen. maar lopen, lopen, lopen. En einduitslag? 2-0. Oké, okay, gebleven. Ja, 2-0 gebleven. Ja. gebleven. Dat wist ik niet meer. Maar is echt, ja. Mijn eerste wedstrijd en een trein, het is dus, Chandage. Uh, Goed job, Stevie. Ja, maar zijn stem zo. Ik zeg, ja, maar ik zal volledig groot, volledig dood. Ja, Maa, zeg je elke week zo, Gast. <laughs> Echt ja. niet veel ballen. Je nee. weet die wel goed na eigenlijk zo. Ja. De schandaal, ja, de, de, de geraspte stem. Ja. Ik drie, niet zo ja, goed als Cassano, Capello na. <laughs> Echt? Heb je dat nooit gezien? Oh, Cassano, die oh, uh, ja, ja, gefilmd ja. vanuit de tribune van Bernabeu, Cassano die Capello oh. imiteert. Oh. <laughs> Bij Real. Ja. Dat is niet zo. Uh, nee. nee, geen, nee ja. Hij nee. heeft nooit veel minuten gespeeld. Bello ja, kan daar nee. niet zo mee lachen. Nee. En hoe het weet hij hem na? Ja, ja die, zo met <laughs> handen in de zak. En, en de buik voor Cassano had toen al meer buik dan Cassano. <laughs> <laughs> dus dat, dat was niet zo moeilijk om, uh, om te imiteren. Ah, Wat ah, een voetbal, Cassano. Ja. Man, het, het laagste zwaartepunt. Die kon hem zo wegdraaien en, en bal bijhouden. Ik heb daar ooit aan een cornervlag. Hè. Die ging aan de cornervlag staan. en... Twee man van Juventus die erop aan het hakken, trappen, alle... Die bleef gewoon staan. Granit, die kon wegdraaien als niemand. Die was ingevallen. Wij speelden met Standaard tegen Sampdoria in ja. Europa League. Al, al op zijn... Ja, op ja. zijn retour. Hij was, hij was ingevallen. Ja. Hij was al wat dikker. En ik kreeg zijn eerste een baltoets maar een een bal. En vrij hard, en die draait er met zijn buitenkant zo goed weg van Mohamed Sarne. En ik dacht, wow. wauw, echt, ja, waanzinnig. zijn Qua, eerste toets was echt yeah. waanzin. Qua zuiver talent, maar echt zuiver baltoets en controle over de bal, denk ik echt. Alleen, ja, maar die moet zeggen waar komen kom, best ja. Maar nee, maar die. die, die maar die, die heeft daar nog twee jaar gezeten en ja, die mag meer naar de club die... komen. Hij is nu podcaster, echt? hè? Ja, ja, ja maar die zit Lukaku de en zo. Gezegd? Ja ja, die, 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 die de zotste dingen. Die het te zeggen dat Lukaku hij vierkante voeten heeft en zo? Allez. Ja, maar dus. vergeleken bij hem ja. Met hem heeft 85% van de voetballers vierkante voeten. Ja. ja dat maar is maar echt je mag dus jezelf aan dat het toch zo weinig. Het is toch maar bij momenten eruit komen. Ja, natuurlijk. Ah, ja, veel te weinig. Hij wou ook bijna nee, dat is hè. Ja, wat, zeg je, wat, zeg je? Een... wat zeg je? In zijn biografie was het toch de man die zei dat het ja. begon ofzo. Hij ik is nu al lang samen met, met duizend vrouwen in mijn leven. Een waterpolo waterpolo-speelster. Die iets afgetrainder is dan hij. <laughs> Zie, maar de mama van zijn kindjes, echt wel. Maar ik heb, ik heb ooit een, een Roma Juve gezien. Nee, Roma Inter, sorry. Waarin hij... Je, hij bedoel, je, je kon je ogen niet geloven wat, die, wat Steven vertelt hè. Dat was dat was. Maar was puur... dat zijn beste periode ook? Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Maar ja, die kwam uit, uit Bari. Ja. Uit het zuiden, hè? Echt uit het zuiden. En zijn moment de gloire daar was... Het... Hij heeft een, een slalomgoal gemaakt tegen Inter. En toen wou iedereen hem. En dan heeft Totti uh, gebeld en gedaan. Is hij gekomen. Zat hij ook heel vaak bij de Tottis thuis. Bij de mama daar. Schattig. En dan is dat toch, want hij, hij kon nergens. nergens. Dus uh, Roma binden. Ook naar Real gaan, Van Ja, Roma naar Real. Roma naar Real maar hij, hij, dat liep dan toch ook fout af met Totti. Uit nu zijn ze wel weer op, op goede voet met elkaar. Maar hij, hij. Hij is ja, zo zot als een achterdeur. Hij is zo zot als drie achterdeuren. <laughs> ja. Maar, qua balaanname en hmm. baltoets, wat Steven vertelt, dat is onwaarschijnlijk. Alleen ja. En dan Madrid ook, hè? Ik bedoel. Het leven in Madrid, ik denk, je oh. kunt ook wel uitgaan in Madrid, denk ik. Ik denk ook wel. Maar voor me toch ook. Maar is, wordt hij kampioen wel? Nee, hij was er niet bij. was er ja. na. Ja, was er na. Ja. Ja. Was Montella Battistuta tot ja. die. Del, mm -hmm. Del, Del Vecchio. Zeer Del Vecchio. belangrijk, loper op links. Hm. Voilà, ik had niet gedacht toen ik vanmorgen opstond dat ik het over Anto Antonio Cassano zou hebben. Hoe nee, zijn dat we dat... daarbij geraakt? Ja, geen idee. via de, ah, de imitatie van Capello. Ah, van Capello. Dat moet je zoeken. Capello imiteert... Uh, uh, Cassano imiteert Capello. Dat is niet normaal. Oh, gee, dat weet ja. je, ja. Ik doe een belletje rinkelen, maar ik had het mij niet voor de geest is trouwens een, 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 een fijne mens. Uh, om, ik, ik heb er een paar keer mee aan tafel gezeten, toevallig, op een buitenlandse wedstrijd, waar hij, op, op Bayern. Hij deed veel Bundesliga toen en ik, oh, als analist dan? Ja, als analist. Ja, als co-commentator zat ja. hij daar dan. En dan uh, de derde keer durfde ik dan toch <laughs> tegen praten. Zo, eerste twee, dat durfde ik dan echt niet. Maar daarna dacht ik, ja, ik had toch eens iets zeggen. We kennen elkaar nu, dacht je. Ja, ja ik dacht van... <laughs> ja, maar dan, toen knikte hij wel van, ik heb je al eens gezien. Ja, ja. Inderdaad. Ja. Ja, dat ja, klinkt ja. onnozel maar dat is wel zo. En dan heb ik daar... Ja, een super, super fijne mens. Ja, ja Hij praat even een beetje... I know what I want to nee, nee, do. Nee, ik, ja, ik, ja, vreemd, ja, ja, dat tuurlijk. Engels bij de nationale ploeg was, <laughs> <Ja>. was, <laughs> ja, ja, was. Dat was toch imitatie? Ja, ja ik zou ja. Ja, wel. Ja, ja, ja. ja. Manuel. Maar, nee, 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 Italiaans. Ja. <laughs> dat was, ja. Maar ik, ik Italiaans, heb ik, dat wel. je moet zeggen dat ik dat gedaan heb van, van 9-11, uh, nee. Roma, Real. Nee, nee. In de catacombe, tegen jou heb ik dat gedaan. Denk ik ik, ik moet het wel over 9-11 gehad. Ik herinner het mij niet, dus je mag het nog ja. eens vertellen. Ja, maar dat was niet, zeker niet dan hier. Maar Roma Real, um, en ik, ik moest daar zijn voor interviews, uh, omdat dat, die zaten in de groep van anderlecht mm. toen. Uh, Champions League groep de, van anderlecht. Maar... Op met, met met denk ja. ik hem Klopt. Ja, maar ja. daar luisteren. Heel kort, uh, <laughs> ik, ik verdwaal in de catacomben. Ik, ik raak niet waar ik moet zijn en ik doe een deur open en toevallig loopt daar Capello en daar Totti. Ja. En Capello zegt tegen Totti, hey. Uh, want Totti had een witte trui aan, zo'n witte gebreide kabeltrui En Capello zei: La divisa sociale, wat zeg je, je, je wat is dat? Na de match. En Totti, Totti deze. Die keek zo'n Capello, ze echt van, alsof hij lucht was, maar echt zo. <laughs> En die liep gewoon. En ik stond, oh, oh ik heb hier iets gezien. Dat, als ik dan journalist was, ja, in Italië, ja. En je dat, kan was dat een stuk geweest, gekoven. ja, want dat, die, die haten elkaar, hè. Echt waar. Echt? Maar waarom, ja, ja. Waarom, waarom, waarom doet hij zo tegen Totti? Hem... Ja, hij, vond, hij, vond, hij wou discipline. Ja. Totti was de, de, hij is de, de achtste koning van Rome. <laughs> nee, ja, ja, dus. Maar jij bent toch journalist? Ja, maar ik, wat, wat kon ik daar... Dat is een waar hij ik... Is ja, nee, hij is geen sensatiejournalist. Ja, dat ten niet eerste. Kwijt. En ten tweede, ik kan dat hier niet kwijt. Ik kan daar hier niet mee... Wie is er hier geïnteresseerd? geïnteresseerd? Ja, nu is dat tof om te vertellen. Ja, Podcasts bestonden toen nog niet. Hè? Dat is waar. Ja, en ATMN is altijd een goed verhaal geweest. Het laatste verhaal was toen, ja, ook heel kort, ik, ik, uh, ik sta daar toen bij Totti, die wordt geïnterviewd. En het eerste interview dat hij moet geven, hè, ik sta in de rij te wachten, is van een Italiaan die ik toen ook wel kende. En die vraagt, ja, Francesco was het moeilijk spelen vandaag. 9-11, het ochtends waren de Twin Towers ingestort, hè? en Totti die zegt zo, ja, we hadden niet echt verwacht uh, dat ze in 5-3-2 gingen spelen. Ik bedoel, de, de aanslagen in New York. Ah, zie, zie, zie. Super Ik begrijp het uit. ook wel, want jij ja. hebt dan gevoetbald en oké. Okay. Ik begrijp het ook. Ja, mm -hmm. maar dat was wel een geweldig... Dat zou ook maar raar zijn als heel de wereld stopt met voetballen en... Ja, ja, ja. oké. Okay. De, de vraag was wel nog net iets beter gesteld dan... Maar werd die wedstrijd van Anderlecht niet uitgesteld toen? Maar dat was de dag later. Ah, oké. Okay. Dus de avond hebben ze ge... die avond hebben ze gespeeld, was de beslissing van de UEFA, we spelen geen muziek. Toegemoetkoming. <laughs> dat... <laughs> ja, dat doen we niet. Nee, we gaan niet best... Ode aan die Freud, dat doen we niet. <laughs> Alle mensen werden broed... Nee, 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 nee. Want <laughs> ja, ze ja. dus is wel gevoetbald. Oké. Okay. Dat weet ik niet. Ik was toen heel jong. Ja. Zes, zeven jaar, Filip. Ik ja, ook. Jouw carrière was toen al op volle toeren was aan het draaien. Ja. Je was ook jong. Ja, 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 ja. Ik keek ook op je uurwerk net, maar ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft. Is er al Frank de man op de juiste plaats? Toch. Zijn de spelers op de juiste plaats? Goeie opmerking. Maar het zijn geen spelers van Man United, punt. Of voor die stijl? Voor het Man United, hè, want ze, hey, jullie hebben gezegd van, ze, ze deden alsof, ze, wij zijn Man United, hmm. maar dat zijn ze al heel lang niet meer. Hè. Het zijn niet de spelers die Man United naar een hoger niveau kunnen. Dus er zit ja, toch één tussen die, die mag blijven van jou, Steven, of niet? Als Maguire zegt, dan. Eén, het is moeilijk, hè. denk je snel. Nou. Qua potentieel zou ik zeggen Sancho. Ja. Ah, Ilanga, die potentieel. Die jongen, ja. Ja, ik vind je wel goed. Ja. Die is ook heel veel maturiteit wel, over. Allee, dat kon ik ook van Rashford in het begin zeggen, maar ik vind, ja. Maar Rashford was ook echt heel goed ja, in het begin. Ja, ja. ja maar die... Van, is, wat is iets is meer dat? gebeurd. Ja, maar Corona? ik denk... Ik, Nee. Ja. nee, het is al dat was al voor corona. Ja. Hij is alleen maar bezig met het redden van, van, en het oplossen van honger in de wereld. Dus goh, echt vervelend. <laughs> nee, maar ik vind een ja, goede voetballer... Maar... Ik vind dat jammer, want... Ja, het, is, het is jammer, want nu gaat die perceptie Iedereen, weer ja, zo zijn. Die Focus is je op er. je voetbal. Ja, maar ja, sorry, nee, dat, nee, als je dat kunt oplossen, moet je niet focussen op je voetbal. Nee, nee, Stop nee. met je voetbal, alstublieft. Nee, nee, maar het probleem is dat 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 de, de, niet de running-gag, want hij, hij loopt niet meer, de walking-gag En dat vind ik jammer. Maar ik denk hm. wel, als hij in die ploeg van Man United had gezeten, toen nog die, die, die trofeeën en prijzen won, als hij daar kon debuteren, dat, het een, dat hij veel verder zou gestaan hebben dan hij nu staat. Maar nou, zijn debuut was toch fantastisch, man. Dat, dat leek echt de, de nieuwe. Wat hey, de voor debuut bedoel je? In, de, in Europa of uh, in de competitie? En alles. Hij all sco all. scoorde bij al zijn debuut. Ja. Nee? Over, ja, also, ook een nationale ploeg en zo. In ja. Champions League. En... Nou, ja, Daarmee is het zo jammer het. dat hij niet die ploeg heeft gehad om zich verder te kunnen ontwikkelen. Dat is waar. En dan trapt hij hè, die, die, die ene geweldige vrije trap op Chelsea daar. Die bal, dat was Leakup, denk ik. Ja, maar Dat kan niet. Dat is onmogelijk fysiek. En daarna nooit nog. Een vrij schop, al die dingen, die is echt, die heeft, ja, die heeft dat dingen afgeleerd. Zit dat dan alleen tussen de oren? Kan toch bijna niet anders? Ja, moet wel. Maar. Dat dus met, moet weg, vertrouwen, moet dat moet niet weg. Dat veel met vertrouwen doen, met de ja. ploeg te maken. Heeft ja, maar weg. Hè. Ja, Samia, ja, maar is, United gaat niet meer lukken, sorry. Dat waarom dat, niet? Met ja, Lingard ook, he, mijn Lingard was ook in het begin van... Ja, okay, ja maar nee. hij was beter. Lingard, been, is, hij was ja, okay, Lingard maar, is nooit het niveau van nee. Rashford. -Aggen. Nee, nee oké, okay, nee, maar United hij is wel Richard. naar West Ham gegaan iedereen heeft gezien, oké, okay, wauw. Ja, ja, voilà, dus echt goede voetballer, terug bij best. Engeland gekomen. Ja. ja Hij gaat terug dat naar is, United, ja. Ik heb drie van. Dat zou ik wel jammer vinden. Van wie heb je drie Het grote verschil vind ik op de backposities. Daarin zijn ze veel zwakker dan in top... Niet alleen. Maar nee, maar kijk nu, ja, ja. oké, okay, maar je kijkt naar een ploeg, speelde. je kijkt naar een ploeg, je kijkt naar een ploeg die ook geen vertrouwen heeft, hè, en nee. die tegen, allee, City was echt, echt, echt heel sterk, maar de centrale as ook, Je Ja, ja Maguire, ja. toch niet, Maguire, gaat toch niet Maguire vergelijken met Rio Ferdinand of met Vidic. Maar ja, oké, okay, laat, 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 dan die van die centrale as, Pogba, uh, Fernandes, zelfs um, centrale verdedigers zetten ze bij Chelsea, ze gaan wel meedoen, hè. Dit, ze, allez, ze zijn niet onder het niveau van de top 4 Premier League dingen. Maguire? Ben... Ja, bijvoorbeeld ook al. zit zit in, in het systeem... Sorry. Maar je ik moet meer ik dan ik. ooit toch op elke to, uh, positie top zijn als je het vergelijkt met, met, met Gary Neville, Phil Neville van vroeger, ja, ja, Wes Brown. Nemen, maar dat je... waren vroeger meelopers je en moet nu moet merk je kijk bij de nee, topclubs... Ja, die, die, die zaten ook wel op de flanken. Hè. Die zaten Abel, maar nu, nu, de flanken, nu, nu, mijn punt is, nu bij de topclubs heb je ook topbacks nodig. Ja. Kijk naar City, waar ja. Ja, kan vooral, vooral, Chelsea, Chelsea Reese James, Trent alexander waren. Uh, eind vorig jaar, ja, ja. december, twee backs uit. Maar, vier, maar zeg nu buiten. welke speler van mijn United in de top 4 ploeg in de basis gaat staan in de andere Hangt top 4 ploeg? Af van welke? Ah ja, Sancho is denk ik de enige. Nee, met Sancho, met Sancho deze Sancho vorm staat niet in de basis. Nee. Nee, nee, maar wie staat er in de basis? Oh, Sancho is. het, hoe, maar wij maken van Sancho veel te veel. Hij twee maakt goals, twee assists. Hij maakt, het wel hij goed maakt af. een fantastische Fantastisch goal. Maar dat is toch nog te weinig. Voor echt wel, ik heb de als 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 hype van Sancho met, met andere begrepen. spelers in de top vier die op zijn voet voilà. spelen, kan hij nu niet in de basis staan. Dus welke speler van mijn United kan je wel in de basis zetten bij die top vier ploegen? Nou, allee, de, de cijfers van Fernandes... Maar dat is ook ik een denk, probleem. Wat jij zegt niet, over Cristiano is eigenlijk ja, ook, ook, ook met Fernandes. Sorry, als je Pulisic of... Maas. wat bedoel. Dan kan Sancho... Sorry, dan kan je daar Sancho ook proberen te zetten. Zeker weten. 100%. Mount dat is beter. nu de laatste, 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 laatste paar nee, maanden. Mount, man, Mount mag je niet vergelijken met en Pulisic. Pulisic is de minste. Hè, bij Chelsea. Maar hij speelt ja. wel, hè? Ja. Ik vind, ik vind Sancho nog altijd niet. Ik, ik heb die nog in geen enkele topmatch echt goed geweten. Niet bij Dortmund en niet en niet bij Dortmund tegen Bayern. Iedere keer de eerste die. Er is ook mentaal iets. Hè, iedere keer de eerste die ten onder ging of die volledig verdween uit de match. Sancho. Ik vind, ik vind echt dat we, dat we die op dit moment. Die kan geweldig voetballen, dat ga je mij niet horen zeggen, uiteraard. Maar dat is ook niet de man die een, die een zwalpende ploeg. die je dan moet dan koop ik andere dingen. Hè? Ja, dat is, dat is, wel, ik denk dat dat het hoogtepunt van het seizoen was. dat zowel Varan, Sancho als Cristiano. Mm -hmm. naar andere ploegen konden en toch nog voor United mm -hmm. kozen. Mm -hmm. Maar dat hadden we eigenlijk alle drie misschien niet echt nodig. Alleen Varan komt er nu niet uit de maar de andere, dat het is doorgedrongen. Vier maanden geleden ja. ik, was het ja, nu ja. allemaal in Engeland. Maar had je nu niet het gevoel, gisteren, als het dan 2-1 was? Zet, nou, nu had we hem niet nodig. Aan, Want het plan is niet gelukt. Je, nu moet je iets nee, gaan maar doen. De kwamen er niet. Hè. Ja, maar daarom. Ze, ze hebben wel soms de bal op de flank. En dan wil je een voorzet geven. Ja, dan moet er nee, wel ja, iemand zijn. Je... Nee, maar ik zeg, hij wordt in die ploeg natuurlijk altijd. <laughs> ik had dat nooit mogen toegeven. Nee, maar nee, ik had hem nee, wel nee. liever. Ik... <laughs> mijn, mijn, mijn punt was: de enige die, die als een soort paard van Troje City misschien had kunnen kapotmaken, was Cristiano. Hey, maar heb je Pep over Cristiano ja, gehoord? Ja. Voor, voor de wedstrijd? Nee, na nou, de wedstrijd. Hij zei, ja. ja, nee, maar ik vond United wel echt echt, echt goed in de eerste helft. Ze zetten druk op ons. Ja, dat kan, hij Als Cristiano er niet uh, bij is. <laughs> oh, oké. Okay. Slight take. Ja. En hij zat voor hetzelfde geld bij City. Deze zomer. Ja, ja, maar dat was, dat was toch even een, uh, een steeksje. uitdaging, denk ik. Nee, dat ik Pep dan nodig had misschien ook. En dat dat, dat denk ik echt. Zo zou je dat gezien hebben? En dat begrijp ik ook. En misschien lukte het wel, maar ik denk wel dat de kans groot was dat je dan niet dat vloeiend spel hebt dat ze nu hebben. Nee, dat kan Hij zou een vreemde eend in de bijt zijn. Wel een geweldige eend, maar wel een vreemde eend. Ja, want ook weer clubtopschutten. Legolen maken, dat gaat hij altijd overal doen. Die goal tegen Brighton, dat is een van de strafste goals van dit seizoen. Nee, ik me precies niet meteen. Jawel, die Champions League-uitvoering. Een dramatische eerste waarop. Dat is onwaarschijnlijk, dus dat kan niet zelfs heel goed. Heb je niet te veel koud gehad uh, tijdens de wedstrijd, Filip? Ja. Ja? Ach man. <laughs> <Wat> <laughs> je weet man? dat ik daar nou in een bad ben gaan zitten en je <laughs> wil me de uitleg over hoe ik dan... Dan zet ik mijn iPad. Het probleem is <laughs> zo'n hotelkamer... Dus Filip gaat zodanig veel koud, maar zaterdag eigenlijk. Want zaterdag naar Liverpool. Na Liverpool het was echt koud op Liverpool en ik wandel altijd Liverpool terug. Liverpool West Ham. Ja. Naar het stadcentrum en dat is echt 50 minuten wandelen vanuit Enfield. Vanuit hm. En dat is echt koud. Dat, zijn echt, dat is onher, allee, dat, dat is echt het, het dat is de stad Liverpool met, met de, de, de arbeidershuisjes. als je daar naar kijkt dan je denkt oké okay, wij gaan moeten isoleren voor de ja begin dan maar hier. En dat is echt onwaarschijnlijk. Ja? Daar wonen mensen hè, en, Ja, dat is vreselijk. En, dat is echt vreselijk. Ja. Dus ja, terugwandelen. En ik had echt mega veel kou. En ik dacht, ja, ik wil wel naar de Union kijken. <laughs> ja. Dus ik heb, ik heb me in mijn bad gezet. Dat ik had een bad. jongen. Met, met, een... Een, met een heel kleine deur. Maar het probleem was, die iPad... Ja, ik wou <laughs> wel liggen in mijn bad. <laughs> <laughs> kun, kun je kunt het je voorstellen. <laughs> ja, en die, ah, die, dus ik, dat, ik probeer ik het dan... me niet voor te stellen. Ja, <laughs> ja. Ja. Mijn bureaus zijn allemaal... Die was echt zeer uit de kluiten gewassen. Dus ik moest niet door die deur manoeuvreren. <laughs> en dan had ik die daar zo gezet. En al drie keer gestoten. En dan daar mijn iPad op en dan zo liggen God, kijken zalig. naar de Union. En het enige probleem is, als je in een bad zit en dat is goed warm, je lenzen. Ja. Zeker in zo'n badkamer. Dat dus doet aan. Dan zo te kijken ja. naar Oendaf die <laughs> Oké, okay. geweldig binnenschildert. Goh. <laughs> maar, dat is... ook de maar dat is toch de dedication dat verwacht we, van... We. Uh, ik vond de Union ik echt zou het goed trouwens. Ik zou het logischer vinden, maar ja, goed. daar hebben we het al eens over gehad. Dat is een verschil. Ik om... zou nog snel naar huis, naar Union, om Liverpool nog te kunnen zien. Om ah, ja, ja. De nee, ja, als je de Liverpool de... zit, wil je Union zien. Hè. <laughs> Dat is ook het werk. Hè. Ik bedoel, maar ik, ik ja, ja, vond, nee, wel, ik ik vond het, het echt een goede wedstrijd. Want er waren weinig affiches, zo gezegd Maar Cercle Genk was top, top om naar te kijken. Uh, Kortrijk-Union was top. gent waren gisteren was echt fantastisch. En Antwerp-Beerschot had ook wel, uh, behalve uh, soms echt slecht voetbal, maar was wel een match waar je naar bleef kijken, toch? Ja, ik heb alle, ja. allemaal maar de samenvatting ja, gezien, ja. maar het leek me wel echt heel slecht, Antwerpen. Schotten, ja, de ja. samenvatting waren zo tijdsprongen van 20 minuten gewoon. Dat ja, is ja. een derby, hè? Ja, ja, okay. Het voetbal was echt ondermans, dat mag je gewoon drama. zeggen. Antwerpen was. Ah, nee, je hebt ook zitten kijken. Ja. Wat, wat vond jij drama. van. Uh, ja, een drama. Okay, drama. Niveau en, en alles daar rond. Ik denk eerlijk dat Antwerpen meer heeft verloren. Gisteren, dan. Allee, ze hebben drie punten gewonnen, maar voor de rest hebben ze over de hele lijn verloren, denk ik. Wat ja. er allemaal is gebeurd. Mm -hmm. Zwaar. Ja, ja maar Deze keer je... heb je het niet over, over supporters en over degenen. Heb je het over intern? Hè? Ja, ja, intern. In de in de gewoon, inner, inner circle. Gewoon, en ook naar de, naar, ja. naar de playoffs en zo toe, denk ik. Ja, ja. ja. Dat, Hier herstel je niet van, denk ik. Nee. Nee. Wat vond je het meest kwalijke dan? Uh, Richie De Laat. Richie De Laat en dan de inval van Gijses en en. Ja. Van de twee geestensters. Ja. De maar, maar leg even uit wat je bedoelt met Richie de laat. Hoe, hoe bedoel je? Ja. ja, er is iets aan de hand. Hè. Er is iets aan de hand. Je kunt daar maar niet... vind je dat Richie dat niet mag doen? Of nee, vind nee, je dat hij niet mag vervangen worden? Bij het, het, het begint al niet? al voor zijn. de wedstrijd. Ja. Ja. voor Je ziet, hij is geen aanvoerder. Ja. Dat is al raar. Ja. Wat kan de reden zijn al? Dus voilà. Ik, ik denk ja, als je Antwerpen volgt en je kent Richie en je kent. De derby dat is gemaakt voor Richie. Maar is hij een goede aanvoerder? Het is niet Absoluut. omdat de derby voor jou ah, gemaakt is. Ja, oké. Okay. Ik ja, ja, nee. het maar Jij kent hem. En ja, Ritchie is een die gaat eronder Ja, dat denk voor ik. Ook, en, ja. en, en die gaat ook wel duidelijk maken hoe belangrijk dat die derby is. Dus die is geen kapitein, dat is uw eerste ding. En dan zie je dat hij na 30 minuten er wordt afgehaald. En dan begint het eigenlijk. Hè. En dan... Maar hij wordt er niet afgehaald omdat hij slecht bezig was. Hè. Er was. Er is zogezegd een, een blessure. Ja, maar waarom? Dan, dan stapt hij toch niet van de. Nee. Want van hij is dan nog een kwartier gebleven, hij is naar huis gereden. Hè? Dus dat, en hij heeft zijn Twitter en zijn Instagram weggedaan. Ja. En dat doe je niet als je gekwetst bent. Als je gekwetst Volgende bent, dan zeg je: Godverdomme, allez, hmm. ik heb Was er echt 100% voor willen. Dus dus er, is die, iets, er is iets voorafgaand. Als, als je echt geblesseerd bent, dan gebruik je Twitter en Instagram om te communiceren. Ja, of je gaat ook ja, nog ja, bij de, ja, nee. bij de, bij de speels blijven. Tuurlijk, Kom maar jongens, ja, ja, we ja, moeten ja, die derby winnen. Ja. En dat doet hij, dat heeft hij altijd ja, ja. Zo, zo gedaan. Dus er is iets gebeurd ervoor. Er is iets ervoor. Ja, maar dat, ja, en, dat, dat, wordt, dat, wordt, dat wordt in de, in de gangen nu... Ja, Terwijl dat er een opstootje was. Op ik kan hem er ook niet over. Allee, ik kan hem nu niet geen bericht sturen. Van, ik kan hem mm -hmm. er ook niet mee lastigvallen. Dat is zeker iets gebeurd, want van alle spelers van Antwerpen is dat toch de laatste van wie je verwacht dat hij in de derby naar huis zou gaan. Ja, als je vervangen wordt. Net omdat je het zo hard voelt. Ja, maar dus zelfs van allemaal Ja, maar scheelt al iets. zal iets schelen. Maar ik begrijp wel de... Ja... En ook als je het komt... Ik heb dat ook ooit gedaan. Philippe, ik wist het. Ik zag je kijken. Je was er zo snel mee. Nee, ik heb dat ook ooit gedaan. tegen? Nee, niet met Lira. Met Kem zeker? Nee, nee, nee. Met Hamme? Nee, ik kan niet zeggen met wie, maar ik heb dat ook ooit... Gebruikt. Waar heb je nog gespeeld dan? Ik heb een jaar bij Eendracht Meldert gespeeld, waar ik een geweldige, een geweldige spelersgroep had. En de vreselijkste trainer als mens, niet als trainer... De heer Walter ellegeert. Dat, dat is een hardere belediging. Ja, ja, ja maar oké. Okay, ja. Daar sta ik ook volledig in. Nee, nee, maar ik nee, was ook niet dan... alleen. Die hele groep vond dat. En, en, en ja, daar ben ik. En de, en de grap is dat mijn trainer bij Lira was op die match en heeft mij zien buiten gaan. En ik reed toen, want ik werkte al. Dus ik, ik deed hier dan sport op zondag en dan vertrok ik en dan moest ik in mijn auto naar daar. En dan mijn auto stond er dus. Ja, dat was aanlokkelijk. <laughs> want wij waren met de bus. Maar ik stapte wel in mijn auto. In. Maar dan is het wel... Ik ben daar niet fier op, hè, maar ik snap de enorme woede. Ja, ik wil net zeggen, dan is het woede. Dan is het geen woede. Dat is, dat is Want teleurselingen, daar ga je er niet van weggaan. Nee. Nee nee, 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 nee. Dat is, Ik heb dat ook maar één keer gedaan. Dus, dus dan woede, ben je... dan ben je ook niet gekwetst. Hè. Nee, nee, je kan ook gekwetst zijn. En dan ook het communiceren vandaag van therapeut is eigenlijk om te lachen. Hè. Ja, komt te lachen. Ja. Van een tijdje. bij de... bepaalde duur. Ja. staan hij moet even zijn lichaam tot de rust laten komen. Ja, dat dat bullshit is. Of dat dat maar een klein deel van het, een groter probleem is. Tuurlijk, dat het lijkt is, het is een klein deel van een groter want probleem. Want ik denk wel dat. Ik denk wel, Boeta begint zich op te warmen na 10 of 15 minuten. En je zag dat laat ook een beetje trekken benen Dus volgens mij had hij ergens last. Maar hij wil absoluut blijven staan. Ja. En ik denk dat Priske voor hem beslist heeft: nee, maat, je moet eraf. Ja. Met ja, dat de druppel een... was. Oké, okay, maar mag een coach. als hij echt trekkenbeent. Maar een coach dat wel beslissen, vind ik. Ah ja, 100%. procent. De kip dus, dat is hetzelfde? In Chelsea? Ja. ja. De trein hadden Nee man, je niet meer... Een speler, ja. moet je toch tegen zichzelf beschermen in zo'n situatie? Spreek. Ja. Ja. Maar goed, het is niet dat uh, Richie het plotseling liet afweten. Hij komt zelf een paar keer nog... Nee, net hoor. op het laatste tussen, moment. He? Dat, dat ja. was het net. Ja. 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 En als je Boet dan ziet invallen, ja, dan had je hem beter laten staan eigenlijk. Dat laat. Maar het is zo wat gissen nu, maar dan met de laten dan de communicatie vandaag over het voorval van de laat, wat er dan in de rust is gebeurd, ja, dan gaat Priske wel nog blijven. Ja, het is ook niet slim geweest van, toch... van de voorzitter om, ja, die nieuwe kleedkamer langs de perszaal om dan ineens van alles ja. dingen te roepen. Ja. Dat is dom, hè. En je doet het ook niet tijdens de rust om zo uit te halen naar je speler. Ik denk dat slecht gebouw, het slecht gebouwd is, nog eens. Het <laughs> dus zijn niet alleen daken, maar het is ook nog eens... De... Flinterdunne muurtjes zo. Ja, ja. ja, nee, maar ja, het is... Allee, de... Dat je als voorzitter de, de spelers wil wakker schudden is één ding. Er zijn manieren waarop dat je dat kan doen. Maar de manier waarop hij is te keren gegaan, dat is iets voor na een match of, of voor de maandag. Uh, als je niet gewonnen hebt of, of je hebt de doelstelling niet gehaald. Mm -hmm. Maar tijdens de rust, dan is de trainerbaas en dan mag je draaien. Ja, als voorzitter is je plaats daar niet. Moet nee. ik al zeggen, de opperbaas. Ja, maar ja. dat is Padre Padrone, ja. dat is echt iemand... Allee, ik kan dat die... misschien eens één keer... Pers ik, ik herinner me in het, in het eerste... We hebben het wel allemaal meegemaakt, ook, denk ik. Hè? Ja, maar in mijn eerste ja. jaar dat we kampioen worden met Standaard, speelt Club Brugge, verliezen ze dat weekend. En wij kunnen voor de eerste keer die eerste plaats... En het is op tien, elf speeldagen. Want eindelijk kunnen wij voor het eerst ja. eerste worden. En we spelen op Westerlo. En, uh, ook dicht bij de perszaal. Nee, nee maar... ja, 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 alles, alles is ja. Maar we staan 1 uur achter, achter aan de rust. En eh, Luciano komt binnen. Hè. Maar heel rustig. En hij eh, zei gewoon: van, eh, maar, Die komt ten eerste niet veel binnen in de kleedkamer, En al zeker niet tijdens de rust. Dat was de allereerste keer. En hij zegt gewoon tegen iedereen: Hebben jullie echt nu geen goeie om kampioen te worden? <laughs> zeg jullie kunnen vandaag. Eh, maar heel rustig hè. jullie kunnen vandaag. Kampioen. maar wel dreigend. jullie kunnen vandaag de toon zetten. Eh, Club Brugge heeft verloren en dat is wat jullie tonen de, de eerste 45 <laughs> minuten. Ik wil iets anders zien in de volgende 45, minuten en die was weg. maar dat is ook schrik hebben. en wat, hebben. Zei, hm? wat deed Proudhon? ja dat vind ik daarna nee, niks en die zegt ja, eh, dus we weten wat dat er, eh, wat de voor... eh, wat Luciano heeft gezegd. dus het gaat, het gaat veel beter. maar dat was op een, op een manier van pep talk maar toch op uw verantwoordelijkheid uw voilà. ja. 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 En en, hoeveel was de match? 1-3. En Steven, ik denk ook, als een Luciano Donofrio de kleedkamer binnenkomt met zijn staat van dienst. als zijn kennis absolute, over het spel. Heb heb je hebt ja. iets van oké. Okay, maar nu is het al het reken dat er in uh, ja. dat Polgaises naar beneden komt. Ja. Ja, dat... Ik snap ja. dat hij boos is, maar allez, we hadden het erover in extra time ook. Iemand die ja, Arner zei dat dan, met een half oog soms naar de wedstrijd stond te kijken. Want er waren beelden van hem die aan het babbelen was met iemand, wat zijn goed recht is. Die moet dan misschien niet een trainer komen ondermijnen die een hele wedstrijd lang aandachtig het, staat te coachen. Kan het Priske nu bijna helpen? Het is, het, is, het is vreselijk voor een coach, denk ik, op dat moment. En hij is uit zijn vel gesprongen. Maar hij heeft wel haar op zijn tanden getoond. Hij heeft wel dat moment ja. aangegrepen. Dat als dat met de laat nu niet gebeurd was. Want dat is natuurlijk dat is het, het met, omgekeerde. Ja, dat is een hele goeie. Maar stel... Dan had, dan had je kunnen hé, hey, wij zijn de groep ja. en onze coach, amai. mij. Uh, ja, ik had dat u aangrijpen interview? om... om... Ja? Benson heeft een interview gezien, ik ja? Ja? vond dat heel he? sterk, uh, dat heb ik niet gezien, maar... Ja, was ja, al altijd top uh, in zijn interviews. Voor de trainer. Ja, maar daar sprak wel uit van, van ja, voor ja, ons is er amaij. zeker geen probleem met een trainer, ja. en misschien net eerder, en vanaf vandaag ook nog minder. Wel ja. ja, alleen je zit met, uh, met dat Richie-verhaal. Ja. Ja, dat maakt het complex. Dat, dat ja, ja. maakt het geen eenduidig verhaal in die kleedkamer. Dat is waar. een probleem voor Gijs... Allee, gaan misschien nog denken dat het door hem is. Hè. Ja, want jij... Die, want die, want eigenlijk... Die, maar die daar wou ik nou. bijna naartoe. Want jij, jij zei... Op, toen Steven zei, je vroeg hoeveel was het? En Steven zei 1-3. En jij deed, ah, zie je wel. Nee, nee ja, ja. Gijs is dat ook zeggen. Hey, ja, zie voilà. je wel Nee, nee, klopt. Maar ik ja, maar ja, we hebben iets wil... andere 45 minuten ja. aan de ja. dan. Ja, maar Steven, volledig dat wat akkoord. Ja. Ja. Volledig ja. akkoord, ik ook. Maar, maar als je puur op ja, ja. scorebord kijkt, het is vrij, hè. vrij sleurt ze erdoor. Hè. Ja. En, de, en, en die niet gegeven penalty, maar een zuivere penalty. Alleen die match had vol me. En, en de wel correct afgekeurde 1-2. Dat, dat bedoel ik met een wedstrijd waar je wel naar bleef kijken, ja, ondanks ja. het niveau. Maar gewoon ook dat het een derby was: ja, de twee ja. Antwerpse ploegen. En, en, ja. en ja, dat best wat logisch feest. is, maar zich precies toch wel. Ik heb het niet echt gezien, maar zich verloor in. Wat er allemaal aan het gebeuren was. Ja, het, Goh, het dus was een, een beetje. Verbeelden. Vond je dat? Dat vond ik. Vond ik, dat ik, vond, ik, vond, als, eh, ik zeg het, ik heb niet helemaal ik vond gezien. Dus Daarom heb ik het opgewerkt. Ja. Ik, ik vond gewoon. Ja, een ja moment kwaliteitsverschil bij dat doelpunt. Dat is pinnaltje. En dat is zo'n moment dat je denkt van als. Ja, Een ja, ja. ja, speeler, godverdomme, alles slaat hier tegen. En dan komt die ja. rode kaart er ook nog. Maar daarna scoren ze nog. Dus het was niet van, oh we hebben het hier tegen. Wat wel, en dat punt heb ik al verschillende keren gemaakt. Ja. Ze maken een goal, ze komen op 1-2, pure elatie, ze gaan allemaal gaan vieren. Ja, en dan tjubi. twee minuten later wordt nee. het beslist, ah het is toch geen goal. Op zich misschien correcte, een, een verdedigbare beslissing, maar natuurlijk niet consistent yeah. met, met die fout op Cebawi. En je ziet een paar minuten later gaat Antwerpen erover, omdat dat mentaal zo'n tik is. Oh, Kijk, je dat moet is echt speel die match zonder VAR. De VAR is, de var is stuk. Hè? Ja. Beerschot krijgt uh, onterecht geen penalty en Beerschot scoort onterecht een goal. Ja, 1-1 ja. Uh, ja. is natuurlijk. Ja, speel ze nu met VAR. Beerschot krijgt onterecht geen penalty. En er is wel een fase juist beoordeeld. Je moet hier een chart gaan behalen. Maar, ja, nee, maar, maar exact, dat is Maar zit niet meer aan nul, hè? Ja, nee. nee, maar dat is het helemaal omzeep met de VAR. Hè. Als het dat ook al begint ja, te doen. Ja. Voilà, als je de duidelijke dingen niet begint goed te beoordelen, ja. Ja, dan, dan hebben we een groot ja. probleem. Maar, maar de dus duidelijke dingen, niet. Dus de penaltyfout, vind is 100% ja, penalty? Ja, dat is 100%, 100 ja, penalty. Ja, dat vind ik ook. Als als je, was Anders hij kan zijn hij... beweging niet meer nee. doorzetten. Nee, nee, ja. ligt, hij licht het contact met zijn rechtervoet achter zijn ja. linkerkuit, mm. omdat hij wordt ja. aangetikt. Ja, ja. Dat en op snelheid. Dat en de de, soort van de goal op, is 100% onterecht afgekeurd. Nee, die is terecht Die afgekeurd. is terecht afgekeurd. Oh, nee. oh, ja, dit is te 100% terecht afgekeurd. Ja, dat was een fout. Ja, 100%. Ja, ja. Maar ja direct fout. Ik vind dat alloes omdat. Want lang geleden valt het. Dat is wel in de aanloop naar. De Hoe verre je? aanloop. Ja, nee. ja, de verre Herinner je de, de wereldgoal van Carcella tegen Anderling? Ja. Oh. Ja. <laughs> ja. Dat was. Allez, ik heb Clessin zelden zo zien ontploffen, want dat was echt dat niet normaal. Dat was fenomenal, die goal. Heb... Was het met het slapen op zijn schoen? Nee, dat is dat niet. Nee. Oh, dat, is met, uh, dat was. Een foutje hè, vooraf aan het daar, slapen heen. op zijn schoen. Dat hem bij het vieren omdat hij zich had overslapen bij de gouden schoen. Dus niet die... Ah ja ja. ja 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 dat was die goal. Die ja, ja ja zo, ja. ik dacht dat stond. hij. gaat zich, nee hij gaat slapen ja. om de schoen ja, om te ja, ja, ja. vieren, omdat ja, hij zich ja. had ja, zo zeker, gezegd dat hij over slaapt in de, de winkelwagen. Ja. 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 Uh, ja. Over ja. nog één ding over wissels in derbies. Ja. Claudio Ranieri <laughs> heeft in een Roma-Lazio 0-1 achter en haalt tijdens de rust Totti en De Rossi eraf. Wauw. Inderdaad. Wauw. Ja wauw wauw winnen ze nog. winnen. Oké. Taddei ingebracht en uh, Taddei en Menes. Rodrigo Taddei, die Braziliaan, die ja, een elastico ja. had, Met een pokdalig gezicht. Ja, 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 ja. Ja, ja. En Menes die, en twee goals van Fucinic. En vooral de, zijn interview nadien, waarvan één vrijschop harder heeft nooit iemand op een bal getrapt in dat stadion. En het interview nadien zei, zei Ranieri: ze voelde de match te fel. Ja, waarom ja, heb je tot ja, ja. die... Ze voelde. Hè, ja. De derby, te veel. Ze, waren, ze, konden niet boven, boven, ze konden niet meer nadenken. Ze waren niet meer aan het voetballen. Ze waren enkel aan het derbyen. <laughs> ja, mooi gezegd. En pas op, ja, Roma, Roma ging kampioen worden. Ze verliezen de, de match daarop thuis van Sampdoria. Anders waren ze kampioen tegen het Inter van Mourinho. Hè, dus een belangrijke. Hè. Ja. En dan wordt Inter kampioen dat jaar. Inter, ja. 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 2010. Ik denk wel. Ja. Kan ook ja. 2011 geweest zijn, het jaar daarop. Ik denk dat hij jaar erop was. Ja, dan, en dan is okay. Mourinho weg, ja. Hij wint het. Ah ja, dus juist. In Madrid in 2010. Ja, ja. Ik heb eens een foto gezien Bij Inter werd Wesley Sneijder in de halve veen ja, van Inter. Ja. Oeh, ja. Dat zijn twee Wesley Sneijders geworden. <laughs> ja. dat is echt. Nee, maar dat is echt niet normaal. Oh, ja, maar kijk je nooit naar Studio Voetbal of zo? Dat is echt uh, wel... Uh, nee. Ja. Ja. Ik had hem al even niet meer gezien. Ah, dat is ook ja, niet zo. Die... Als, als die truitjes van internet die zigzag strepen. Als snijder nu in mijn rechten strepen is, het ook zigzag. Het <laughs> <laughs> oh, oh, oh. is erg, je lachen met voetballers op rust. Ja, oh, nee, nee, nee. Ik vind, ik vind ik, dat je ik, moet. Ik kun hem alles. Ik ook, ik ook. Maar je moet wel je. je je sportlichaam een beetje getrouw blijven, toch de eerste kijk naar Steven de Voer, De eerste vijf jaar na je carrière moet je nog. Ja, vind je dat? Ik ja, ja, ben dat al drie jaar gestopt. Vind wel. Nee. Ik wel. Is ik zei ik al dat... drie jaar gestopt, ja, zegt ja. hij. Ja. Nee, nee, ik, ik wel. Kan me hem wat dat graag horen, ja. hè? Ja, wat hij Nee, maar vind je dat? Want sommige Niet als, som nie als je zoals uh, Ronaldo schildklierproblemen hebt zo, daar heb ik geen enkel. Allee, maar ik vind wel, ja, dat vind ik wel. Nee, ook ik al dat, hebben sommige mensen zoveel moeite om op gewicht te blijven tijdens hun ja, topsportcarrière. ik ieder geval is dat hele moeite. Er is niet alleen maar moeite om op gewicht te blijven. Hè. Ik kan, nee, die, ik kan die, die, het niet me, verdragen ja. van mezelf. Hij heeft ook heel vanaf, zijn carrière ik er doen. Vanaf, ik kan het niet verdragen. Ik kan het niet verdragen dat ik een tijd. Ik voel dat dan ook zo. Dat ik... sommige mensen bijkomen en dan, nee, moet Ik vind dat volledig eigen keuze. Tijdens de carrière wel. Ja, als je dan, uh, ja, maar ja, hoe veel zijn er dan? Ja, ja, ook. Uh, die zelfs in, in het tussenseizoen Hazard. zich oh, later over. Voilà. Ik zou daar last mee hebben als, als nu Eden Azar stopt en dan na twee jaar uh, sowieso een analyse doet bij RTBF en door die kruk zakt dan die daar zou ik maar last van hebben. Ja, ik zou dat <laughs> ook wel schattig vinden. Zo, <laughs> ik zou alleen leden, come on. Maar ja. zou, zou die ooit een analyse nee, maken? Die nee, interesseert nee, hem toch is, niks daarin? Misschien, ik ik misschien net topanalyse daarom. Dat zou echt kunnen. Ik zou die dat wel willen horen zeggen. Zwaar. Tjover, wat ging we? Ah ja, over, over Beerschot misschien nog even. Je hebt je al een paar keer vragen gesteld over, uh, over het beleid van Beerschot. Hè? Sheffield United, die zijn vorig jaar gezakt. Chaturou Roux zijn ook vorig jaar gezakt. En uh, ja, Beerschot, die gaan dit jaar zakken. Denk dat we daar, uh, over... wat, wat is er? Ja, dat is wel een lijstje. Ja, dat is een lijstje. Dat is allemaal binnen die FC United World. Dus de frustratie van de Beerschot-supporters. Ja, maar ik vind dat het ook wel snel werd opgegeven. Door, ik uh, vind door het de echt, door. twee weken geleden denk ik, dat, dat we hier ook zeiden, het, het was echt wel nog niet gedaan, nu wordt het heel, heel, heel moeilijk. <hums> wat zei je? Twee weken dat het nog niet gedaan was? Nee, ja, ze gaat echt niks meer pakken. Nee, jawel, Echt niks meer. Doen. En ja, wat, wat de coach nu zegt, die coach ook, een prachtig interview. Ja, ja, ja. ja prachtig. Prachtig ja. Ja. interview. Man, hey, man echt man wat Echt, wat iedereen denkt, en ook gewoon dat zeggen, en hij valt zijn spelers, eigenlijk vind dat hem die niet aanvalt, het is dus geen enkele speler die daar boos over nee, mag zijn nee, nee. dat hem dat zegt. En daar ja. heeft hij toch zoveel gelijk. Ja, hij heeft een, ah, wel eens gelijk. Al, en u, iedereen, hè, al zeven, ja. acht weken, aan het zeggen. Dan, en dat is de les, niet meer denk ik. De maar de is zo slecht. De kot is... was ook slecht, hè? Ja, ja, en, ja, ja. Maar, ja, ja, nee, maar toch maar, beter dan Seren. Ja. ja, en anders. Ja. Die waren wel georganiseerd. Het, het strijdplan hebben ze uitgevoerd. De les ja. is en, volgens mij dat als je zelfs, dan sta je 15 punten achter. Je moet erin blijven geloven, ja? want er gebeuren Hoe? dingen. Hoeveel? En drie ja? keer winnen is... Oké, okay, en ik weet, wat Steven zegt, klopt wel. Hè, ze hebben, maar bijvoorbeeld thuis tegen Zulte Warigem, die match kunnen ze winnen. Ja. Beerschot heeft toch te vaak T zichzelf aangedaan? Ja. 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 Tegen Charleroi kunnen ze ook winnen. Ja, maar en, dan, is, en, dan, ja, is, en door een, een soort ja, ja. self-fulfilling prophecy van ja. het is al, ja, we gaan al. Weet ja? Dan, ja, heel snel al. Dat zat er misschien... Maar oké, okay, ze hadden ook wel reden om dat te denken. En er kwamen geen, want dat heb jij toen hier heel goed uitgelegd, er kwamen geen topspelers bij, nee. maar je ziet gisteren wel, Avenatti, We hebben hem hier ook afgegaan, ik ook, Mea Culpa, je kan hem dus Schole wel gebruiken, op een bepaalde manier, want die assist die hij gisteren afleverde, top. Ja. Het, het probleem van Avenatti, dat hebben we toen ook wel gezegd, is niet dat hij niet kan voetballen, maar wel dat hij heel traag is, en Beerschot had voor, voor mij snelheid nodig, maar ook dat hij, dat hij nooit na vijf matchen in de spiegel gaat kijken en denkt, ik ben de geweldige Avenatti, mm. en niet meer loopt. Maar op dit moment, ja, mm. chapeau. Ja, zeer nuttig. Ze alleen ook. Ja, en hoog, hoog, we ik, moeten, allee, goed we hebben wel al twee keer moeten toegeven dat er fouten van de refs zijn geweest ja. tegen Beerschot. Ja, ja, wat, ja, ja. wat dat kan gebeuren, en ik ja, ja. geen complotting zeggen, maar dat zijn ook dingen. Ja. In de Gazette van Antwerpen nu... stond er een lijstje, hè, heb je het gezien? Nee. Um, ik denk dat Koen Frans was die het heeft opgesnort. Dus er zijn al dit seizoen, ik ga er met mijn klak naar slaan, 81 VAR-tussenkomsten geweest. Um, en dan, ja, 80% ongeveer was positief. Maar goed, ze worden geval niet, niet allemaal gereviewd natuurlijk. Soms hadden, sommige beslissingen worden ook niet uh, in dat uh, verslag opgenomen. Maar Beerschot was ver uit de ploeg uh, die had uh, die het meest uh, benadeeld 28 was. 28% van de foute beslissingen waren voor Beerschot of zoiets. Ja, in ieder geval, uh, ja. ze hebben er vier in hun nadeel gehad, waardoor ze op min 4 komen te staan. Hè. Als je er bijvoorbeeld vier in je nadeel hebt, maar twee in je voordeel heb je dan, hè, min 2, hm. Ze hebben er vier in hun nadeel. Dus veel meer dan een dan waarin het rond of niet? Want dat wil ik dan ook wel weten. Ja, uh, ja snap ja. je? Als dat de vier 0 de lijst. Die Zulte-wedstrijd. Ja. Die, die wedstrijd tegen Zulte. Die Hensbal, ja. sorry, eerst ja. Dat is penalty. Ja. En dus dat, dat klopt, dat zijn er al twee. Nu weer één. Dus ja, inderdaad. Ja. Alleen ja. Het is, het is wel, wel op, wat, want we hebben nu wel op de interview van de trainer en zo. We moeten ze lof geven voor wat, alle dingen dat ze goed doen. Maar wat de voorzitter. Daar zegt en insinueert ook. Nou, oh, belachelijk. Ja. ja, en zo naar u. Allee, als de voorzitter al beginnen doen. denk ik dat gaan de fans ook zegt, Doe maar. Ja, ja, tuurlijk. Pak, Geru -geruid pak geruid iemand fans maar zo... Ja, want die zijn er echt van overtuigd. dat dat. Maar dat, ja, dat is die, een dat complottheorie. Terwijl, ja, dat, dat, wow. dat is onzin Maar, maar ik... het, er valt wel iets voor te zeggen. Voilà. Dat mag niet. Ik vind. Dat is het enige dat mij een beetje want Ik ben dan gaan kijken op zo de Facebookpagina van hè, 6D Sports Nutrition. 6D. Die zijn echt heel hard aan het supporteren voor Antwerpen. En dat vind ik wel raar dat dan. Ja, ja een van die werknemers voor een, voor een bedrijf werkt dat en is zo actief supporten die zijn heel erg ja Antwerpen maar, won de bekerfinale van oh super Antwerpen met de bekerfinale dankzij ja, dat seks dat sociale media ik bedoel, dat is, je ik oh, dat is altijd gevoelens die, die ja Andy, uh, dat is een ja, eigenaar ook, van SixD, uh, yeah, yeah. ja wat we kennen die dat is nu echt uh, ik, je mocht nooit nooit zeggen maar dat zou me zeer hard verbazen moesten zich met zo'n dingen bezighouden maar nooit als, als een nooit. Never, nee, je, never nooit, ever, nooit nooit maar nooit sponsor kan toch niet zeggen van tegen die scheidsrichter. Maar, natuurlijk die gaat maar een nutrition sponsor ah, ja. moet toch ook zeggen. Ah, yes, we hebben de beker gewonnen. Ja, voilà. ja. Maar, 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 maar waar wat ik kwalijk wa wa vind. Wat ik kwalijk vind is. dat, dat, hij, dat hij wel in de haalt, die presentatie, dat hij die setting gebruikt heeft en zo. en dan mag hij hem niet doen. Wie? Verbomen. Ja, om, dat is toch een foto dat hij zo aan een standje is. om informatie. Ja. Te ja. Ah, hij ah, moet okay, ook geen is, matchen ja, daarvoor. Ja, die N5 mag dat doen en ik snap dat hij dat moet doen. En door de coronacrisis was er ook een interview dat je Geeft wel geldproblemen had, of inkomstenproblemen, dat daardoor zo die jobs gaan. Dat is allemaal helemaal normaal. Ja, het is, het maar dan is, je wel, moet je het, gewoon is, ook ja. aan de bond aangeven: kijk, ik doe hmm. door de mogelijkheid, ik ga dan niet fout inschatten. Exact. Doordat de perceptie kan gecreëerd worden. Vana, als er een schijn van partijdigheid is, ja? is dat bijna even erg als effectieve partijdigheid. Ja, dat, dat zo, ja? zo vermijdbaar. Zo ja. vermijdbaar. Dus ja. dat, 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 ik, ik ben altijd tegen, ah, die woont daar, dus die mag niet fluiten. Daar ben ik altijd tegen geweest. Alleen klopt het wel, er zijn coaches. En ik begrijp hen ook wel, die net het tegenovergestelde vinden. Die zeggen, ah, die, die woont, ik zeg nu maar iets, uh, die fluit Westerlo en die woont in uh, Grobbendonk. In, in ah, <laughs> Jos Willems. Die fluit <laughs> tegen ons. <laughs> Want die wil net tonen dat hij niet, ja. niet pro ons is. Ja, en dat okay. kan. En dat, dat klopt wel. Als de, als de schijn van partijdigheid in het hoofd van de, van de mens zit die moet fluiten, dat is veel erger dan in die 20.000, dat maakt niet uit. Ja. Maar als het, als het in het hoofd geraakt. En dat denk ik niet bij die, bij die 6D, dat denk ik echt niet. Nee, nee. Maar zouden ze dat niet voor de wedstrijd al geweten hebben? Of zou dat niet al langer geweten geweest zijn? Dat kan. Ja, dat, maar tuurlijk, maar dat wordt, Natuurlijk, maar je bedoelt dat wordt, wordt die munitie niet al klaar? Ja, ja, maar, maar, ja. maar natuurlijk, dat is allemaal juist. Dat is ja. allemaal juist, maar ik vind dat wel een terechte vraag. Maar maar snap zijn ik wel dat ze, dan, dat ze zijn. dan wel willen dat de scheidsrechter. dat die, ja voltijds professioneel moet worden. Ja, ja. ja, voilà. Het is ja. het een of het ander. Hè. Je mag niemand verwijten dat hij, ja, dat dat hij, dat hij, hij ja. zijn kinderen eten moet geven. Hè. Ja, absoluut. Voilà, dat is waar. Nee. Dat is helemaal juist. Dat is dan de volgende stap: gevolgen. Ik heb niet zo gevolgd, maar ik zag het, dat er wel gevolgen waren binnen de scheidsrechters. Nee, David Ellery, maar dat is iets ja, helemaal anders. Dat is mijn FV, hè? dat is mijn ja, die... ah, in Engeland. Eh. Die, uh, ja, dat is de scheids, een van de scheidsrechtersbasen, maar ik denk de, de hoogste in het rang bij ons. Is het? Ja, omdat um, dat ging om gedragsproblemen en, en intimidatie. De, op en het de varkmanager? Ook iets. Nou, ah, dat ah, heb ah, ik gemist. Hetzelfde tegen volgende week. Bij ons? Nee, ja, ja. Dat, heb ik, uh, dat heb ik gemist. Algemeen denk ik kan. Ja. Ja. Ik had misschien aangezien dat er was nog een vraag. China? Ja. Ja, Keurig, graag. Ja. Ja. Alles mag, Steven. Uh, ja. <laughs> uh, <laughs> en zo, een quizvraag bedoel je nu, Steven? Ja. Ja, ja, ja tuurlijk. Of uh, gewoon een vraag. Ja. Was dat niet zo'n wekelijks? Ja, ja, iets ja, dat plan al afgeschoten? Nee, ah. niet, Steven, ik vind dat heel leuk dat ah, je dat doet. Oké. Okay. Zeker uh, omdat ik al twee keer gehoord Dus vier spelers... <laughs> <laughs> dat is een mopje. Filip <laughs> Philippe, sorry. Nee, dat was een dat is ja. dus dus je weet veel Dus vier spelers mee. die nee? al 50 caps hadden. Hm? Dus vier spelers hadden al 50 caps die in het 2006... Wereldbeker elftal zaten van Engeland noem ze. Wat wow, wat wow, vier spelers die al? Deel 50 caps hadden in, die, in de wereldbeker selectie van 2006. Oh, fijn. 2006. In Duitsland. Waar was dat? Eh. Duitsland. Ja Lampard, Scholes, nee. Nee, nee, die zijn. Te... Nee. nee. Beckham. Ja. 1. Gerrard. Nee. Ja, ik zeg het toch? Zei jij ze? Ja. ja. Siem. Nee. Ah. Ferdinand. Nee. <laughs> Cheerer. Nee. C. Was hij er niet nee, bij? Die ben je niet meer mee, nee. denk ik. Okay. Peter Crouch, je drukt geen 50, denk ik. Nee. Oh, man. Uh, ja, is goed nadenken, hè. Hier zitten we dan. Owen. James. Owen, 2 op 4. James in de goal? Nee. David James hè? Ashley Cole? Nee. nee. Nog twee. Oh, Ashley Cole, wel een goeie. We hebben er ene genoemd al tijdens de uitzending. Deze. Nog actief? Cristiano Ronaldo. Afkant, <laughs> Tot die. <laughs> nee. Engeland, jongens, Engeland. Ja, man, 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 ja? man. Ja. Uh, ja, nu zijn we aan het zoeken naar die ene die we genoemd hebben. Dat is grote Steven. Maar, maar basisspeler of gewoon ergens in de selectie? Selectie. In de selectie. Maar dan waarschijnlijk ook David Basis, James. 50. Nee, nee, nee dat kan ik, al ik al Sorry, sorry. Yeah. Terry? Nee, ook niet. Ah ja, Goh, nog niet. Dat was nog niet toch de rug? Ja, Scholes. Nee. <laughs> Argrie? <Hargreech? er> <laughs> nee, ook niet. <laughs> ja, jong. Eh uh... uh... West Brown. Nee. Ja, maar ah, Gary Neville, Phil Neville. Ja, Gary ja. Neville. 3 ja. Ja. Ja, op 4. Ja, en nu? u. Techniekje de positie van Rooney. Ja, ja, ja. Nee, oh. ja, nee joh, die was nog maar twee in jaar in 2004, ja, maar ja. 25 ja, 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 ja. ja, caps jaar, op een jaar. caps op twee jaar. <laughs> nee, maar hij is voor 2004 <laughs> ja, toch al. Ja, ik denk het Bar, een paar um, matches. Uh, Centrale verdediger. Uh, ah, Matty Wapson, nee. Uh, Sol Campbell. Sol yeah. Campbell, voilà, Sol ah, Campbell. Voilà. Dank je wel, Steven. Ja. Het is altijd wel een engels ja, uh, het is engels, wel engels. Dat vind ik tof. Hij heeft gewoon een ja. app, dus. Nee, 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 dat van, dat in van, vraagt, van in Bernie. Van in Bernie, toch? Ja, ja. Die vijf Hij krijgt die vrouwen ja. door. Dat is waar dat Bernie zich het hoofd overbreekt. Moeten wij ook dan? Of, ja. Ja. Dus ja. wij zijn dommer dan. Ik probeer Burnies. dan die internationale vragen uit te halen. Maar ja, het is soms blijven we ook alleen ja, maar Engels. Maar dit over. is wel tof, dus wel tof. Ik vind dat heel leuk. En naarmate de podcast, sorry. Vordert zullen er wel Italiaanse. De poetsier poets de postkast. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> Mooi. Maar dan ga je jij winnen en Filip nee, past nee, over nee, Italiaans voetbal. Dat is fantastisch. echt, ja, waar. echt Ik denk wel dat we ongeveer heel die selectie opgenoemd hebben. <laughs> ja. <laughs> ja, ook al, ook al. Ja, absoluut. Nog een laatste vraag, omdat mensen vroegen mij dat. Um, Technisch directeur zijn bij verschillende clubs. Kan dat werken of niet? Je bedoelt dan Jan van Winkel? O, ja. Nee, <sniffs> moeilijk. Je kunt wel in een, in een soort Consortie, van overkoepelende board zitten. Ja. Ja. Dat kan. Waar dat dan technisch directeurs van die clubs ook samenkomen. Hoe kunnen we elkaar helpen? en boven, maar... Allee, Hoe kan dat? Mm -hmm. Ja, dan krijg je altijd het verwijt als het niet goed gaat dat je te weinig tijd steekt in een bepaalde club. Hè. Want er is ook vrevel hè, tussen Sheffield United en Beerschot. En moet Sheffield... een technisch directeur ook niet gewoon wonen en werken en op, naar kantoor gaan? Op ja, bij ons komt Tom Kaluwe elke ochtend in de, in de bureau. Uh -huh. Ik denk Zij dat dat toch de... handig is, nee. Ik denk dat ook, ja. Uh -huh. ja. En ook naar de fans toe. Uh -huh. Verantwoording, op sommige momenten. En ik vind dat je een open geest moet hebben, en, en modern, en dat weet ik al. En ik denk niet dat Van Winkel geen capaciteiten heeft. Zeker niet, denk ik zelfs. Maar je moet, je moet ergens zijn, en je moet, niet, je moet niet bij de geldschieter zitten, maar je moet zitten waar het geld naartoe gaat. Inderdaad, je moet je... Maandelijks parleken met de geldschieter doen en niet omgekeerd. Ja, ja vind ik ook juist. Mooi gezegd. Mooi <laughs> Dank gezegd. <je>. Goed. <laughs> um, ik, had hier nog, ik had hier nog iets opgeschreven. Dat was voor vorige week, maar we hebben het vorige week niet kunnen behandelen. Toen was het uh, vers nieuws. Of enfin, ja, nieuws is het niet echt. Maar eigenlijk extra verduidelijking. Is niet interessant. Ah nee. Jawel. Um, okay. <laughs> ik ben ook even niet aan het zien. Ben... Nee, eigenlijk niet ineens alle twee op in de game ja. Ik was de enige die aan het Precies luisteren was. Even. Ik was de enige aan het luisteren ja. Ja. Oh, tof. <laughs> uh, extra, en nu zelfs op de iPad. <laughs> <laughs> maar nee, ik was nog iets aan het zoeken. Ja, ja. oké. Okay. Ik ook, maar doe maar. Ik luister nu, sorry. Ja, sorry. Het is niet zo interessant hoor, het gaat over... Ja, nu moet het wel echt... Zeg, anders knippen we nog eens. Kan, hè? Oh, dat is de beurde. Wat was dat met Sam, ja? Ik <mur> met one. Um, ja, sorry mensen, ik ben wat moe en ik had daar net even een blackout. Dus ja. als iemand de knip kan vinden... Dan mag, mag je naar mijn bel, ja. Nee, ja, nee, nee. dan mag je naar? Nee, nee. Nee, krijgt maar, hij ja. is het, nee, krijgt een... een, een, een... K start met Frambozen, waar is die trouwens? mij. Hey, ja, ik zag je al... ook weer binnenkomen zonder. Zonder ja. hè? Oh, ja. ja. ze komt. Ze komt. Ja, ja. komt. Oké. Okay. In de Meven volgende week. Nou, ik ga niet meer naartoe. Gaan we naar, naar Meven? Ja. Ik hoor je net dat er, dat er een andere podcast naar Meven is gegaan. Echt? Ja. Um, ja, dan ik naartoe. Ja. We moeten nee, nee, inderdaad nee, wel vindt. een beetje exclusief zijn in, in de plaatsen waar we naartoe trekken. Dus Mag bij dus jou, wil het gezien. Ja. ja. Nee, ja, Mampoko, hè? Mampoko is eigenlijk. Ja. Dat is onze ja, stand, is tof, hè? Ja, toch? Dat is natuurlijk niet ja. Maar uh, dus we gaan er niet in knippen, dus dit, dit blijft erin. Dus... Ja, ja, dat weet ik. Oh ja, maar ik ben gewoon aan het toeren hoor. Ja, moest je niks zeggen, bedoel Ja, ja, ik wou iets ja, zeggen. Okay. Uh, mijn excuses. Uh, de Russische. Nee, ik moet je gepat. sorry zeggen. <laughs> nee. Uh, maar het ja. gaat over, uh, over het format van 1B. Goh, nee, ja. klinkt niet interessant. Twaalf ja, uh, ploegen. Waarvan vier belofte teams, 22 wedstrijden, dan playoffs met de eerste en de laatste zes. Uh, gaan jullie dankzij dat nieuwe format wat mee naar 1B kijken? Ja, maar ik heb er gewoon geen tijd voor, dus ik. ik, ik je volgt ja, het niet, Ik he, kijk he, sowieso ik weet... niet naar 1B, of heel weinig. Mm -hmm. Ik ja, ook, ook niet. Maar ik vind dat je ook niet dat het format moet aanpassen zodat er meer mensen naar daar kunnen. Nee, want dat is niet de bedoeling. Nee, dat ik denk dat dat, nooit je gebeuren. moet het interessant maken het... Voor, de, voor de club zelf, voor de ja. mensen die daarmee bezig zijn. En ik vrees dat dit. Niet zo echt klinkt als interessant voor de club. Nee? Maar het is niet meer precies vier keer wel. tegen elkaar. Ja, alleen per se vier. Beter ah, okay. Okay. dan ervoor. Dus je speelt precies. 22 wedstrijden met 12, 11, ah, ja, ja. 12, 22 keer tegen elkaar. Dan Normaal eindig je ergens in, in februari mm. of zo zeker. Uh, en dan uh, heb je playoffs met de eerste zes en de laatste zes. En kunnen die belofte teams mee in de bovenste play-offs spelen. Ja, ja maar ik ja, denk ja. dat ze niet kunnen promoveren. Nee, oké, maar dat is. Dus in een extreem geval speel je met twee. Clubs ja. om promotie tegen vier belofte teams ja. die dan om de een of andere reden eens minder opstellen tegen die en tegen... Oké. Okay. Ja, de frustratie die, van je in de Nederland. problemen komen? Ja, ja, maar ja. natuurlijk. Maar nee, ik een... wil niet dat dat gaat gebeuren, dat die vier ploegen Nee, nee, nee. nee. Maar ja, van, ja, ja, nog niet. Maar pas op, hè. Als dat evolueert... Ja, jong Ajax speelt ook altijd uh, top acht in de keukenkampioen. Ja, maar oké. Okay. Ja, ik weet het. Ja, Geef het een dat, kans. Dat Porto B kampioen is geworden in de seconde divisie. Ja. Ja. Jong Ajax ook, Jong Ajax zijn die al kampioen geworden? Ja, met Frenkie en Matthijs Erlicht. Ja, oké. Okay. Dat is ja, wel dat is al... een zieke ploeg. Ja. Maar anderzijds heb je ook altijd zo'n Jong Utrecht en, en, en zo die helemaal onderaan staan. Oh, ja. Belofte Teams 1B. Zijn jullie, zijn jullie daar voorstander van? Want jullie zijn zo wat uh, ja. de schemerzone tussen. Hè? Ja, we Aansluip... zijn er voorstander van, omdat je belofte veel sneller Of gaat veel sneller zien welk vlees je in de kuip hebt en, en waar je naartoe kan gaan met de jongeren, of ze het kunnen maken of niet. En dan is zo'n 1B. Of gelijk, wij nu op ons niveau hebben, hebben we een samenwerkingsakkoord, een samenwerkingsakkoord met Helmond. Ja. Um, voor ons is dat zeker, omdat die jongens die moeten presteren, die staan onder druk, dus kunnen wij heel goed zien wat die, wat die mm -hmm. kunnen of niet kunnen. Maar dat is veel gezonder voor een, een voetbalpiramide dan een B-11 dat geen echt stadion heeft, dat geen echte supporterskern heeft. Helmond Sport is een echte club. Ja, ja, is een, een echte club. Dus je ja. dus vind ook wel een verschil. Ja, ja is, want stel ja. je voor, het is maar drie jaar geleden dat jullie in NB speelden, hè. Dat jullie tegen Jong, Anderlecht en tegen Jong, Brugge. Ja, team. je hebt het gezien op Lokeren, waar dat, uh, Club, of, ja, club okay. Next dan speelde, dat was geen vette, hè. Ja, nee, maar Zat dan zakken ook, hè. Omdat het nu in een kinderschoenen staat, maar die gaan ja. beter en beter worden, hè. Die Tuurlijk, gaan, maar ja, die dan, 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 dan weggaan, je ook he? tegen beter en beter is tegenstaan, ja. Dus... Mm -hmm. Maar dat dus is geen Nippo. Nee, ik, vind dat, ja, ik, ik snap het. Ik bedoel, ik snap, voor de toekomst van de... profvoetbal is het waarschijnlijk beter, maar is dat het hoogste goed? Ja, is... ik sta met dat vraag we, we, we moeten ook ergens realistisch zijn dat de Belgische competitie is eigenlijk een, 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 hoe zeg je het, een opstapje naar... Hm, ja. Wij zijn een doorverkoopcompetitie. Wij, zijn, wij moeten spelers opleiden en, en verkopen ja. om er geld... Allez, om... Maar niet louter, hè? Niet louter, maar... Dat is wel uh, wat de clubs eigenlijk een, een, een model moeten zijn. Maar in, de, in de, de drang naar perfectie waar we het hier vorige week over hadden. We willen onze profcompetitie zo goed mogelijk maken. Dus gaan we inderdaad al reserveploegen in 1B beginnen stoppen. Want ja, dan gaan onze jongeren nog beter zijn. En dan gaan we dat extra percentje kunnen pakken. Maar ondertussen zorgen we wel voor dat ons tweede klasse echt... Allee. Ja, dat... maar niemand, gaat kijken, niemand gaat kijken naar Jong Brugge tegen... Jacques Makai. Nee, ja. maar. Wel, nee. He. Wel nee, de, de match, Die, de match dat van dat... vorige week. Jong Brugge tegen Jong Anderlicht. Ja, alleen, alleen, alleen als je echt van voetbal ja, dan houdt. Dan en je, je hebt zoiets van. ik wil voor de jongeren dan kijken. Dan kijk je ja. ook als dat een beloftecompetitie is. Hè? Nee, want nu was het met de inzet ook. Ja, maar. Sam, who cares? Ja, maar. Ja, ik zeg het tegen mij. Dienzel Lommel kijk vind ik. zo geen 1B. Ik, ik lees. Westerlo is goed bezig. Je weet het wel ongeveer. Maar ik heb match van Maar je bent supporter van Lommel. En ik denk dat het leuker is als Dijens op bezoek komt dan uh, ja, volgende week. Is, maar in Nederland vier maar, keer. Ja, Astrid. Nee, 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 nee. Dus, Malky, ja. Maar in Nederland is het al. Ik weet dat het in Portugal al zo is. Dus, maar in Nederland hebben ze ook 18 ploegen, Of in Portugal 18 van, hè? Dat maakt er 20 van, hè? Ja. Nee, dat is nee. Maar het moet leefbaar dat dat zijn voor, 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 voor Ja, men moet dat beter kunnen herdenken, denken, dan, dan dit. Maar ik, ik, ik ben ook niet tegen, volledig tegen die, die belofte. Ik probeer gewoon wat weerwerk te bieden. Maar ik ben, ben daar zelf. Uh, ik weet mening Ik vind over. het wel goed dat we het ook eens testen gewoon. Ik ben wel pro zo'n <laughs> dingen testen. Ja. No, no, no. Maar ik ben blijkbaar de enigste, want Filip is heel stil. Ja, nee. Ik 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 <laughs> dat is dat er, het jawel, nee, nee, ik ben ik ben ik, <laughs> eerlijk, ik, ik ben al bijna afgehaakt bij die hernaming van eerste amateur en ik ik denk nog altijd, zoals ik nog altijd omreken. En ik heb er ook moeite mee. Ik reken om naar Belgische frank. Uh, dat als kan ik toch niet meer? wel. Als ik een nu grote nog. aankoop doe, ja. Het respect voor Frank, of niet? Nee. Goeie Aster. Echt waar. Echt heerlijk. Binnen 100 jaar rekenen, ik om naar Aster. <laughs> maar nee, ik, echt waar. En, en, en ik heb dat nog altijd. Ik, ik, ik kan, wat Tevens denk ik ook bedoeld is, van waar speel je? Ah, in een, dan denk ik, oh ja, maar wat was dat nu weer? En ik, waar, wat was er fout aan één eerste klasse, één tweede klasse? Twee derde klasses en vier vierde klasses. Wat was daar fout aan? Ja. Ik snap dat niet. Maar in tegenstelling tot euro, doe je dat in die lagere klasses wel echt nog altijd. Iedereen, denk ik. Ja, Ik vind dat moeilijk. Ik was, ja, ik eerst, ik dat was moeilijk. daar racing gaan zien twee weken geleden. En vrienden zeiden, waar ga je daar? Waar is dat? En dan zei ik ook, ja, dat is vijfde klasse. Dat is eerste provinciale dus. Ah ja, er was geen vijfde ah, ja. klasse, maat. Nee, 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 maar ah. de vijfde, ja. Dus eerste provinciale. Ah. Ja. Ja, Dat de eerste provinciale racing. Ja, toch? O, Ze gaan misschien. kampioen spelen. <laughs> <laughs> Oei, voilà. ja, grappig. Nee. Maar ja, ik bedoel maar. Dat, dat... Ja. Nee, ik snap het. Maar het is nu over de, de hervorming van de piramide, of gewoon puur benaming. Ja, benaming en piramide ook. Ik, maar er zullen wel ideeën voor zijn, maar ik, ik heb daar last mee. Ik ben zo oud aan het worden dat ik, dat ik last heb met die verandering. Maar Wat ja, dat het... misschien fout is, hè? Misschien, maar ik vind dat heel bizar. Ik vond het tof om te spelen in derde klasse. Een één amateur. Ik, 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 wat ik niet fijn vind, maar dat is overal, alles moet één zijn. Ja, nee, tweede klasse is twee. 1B, nee, dat is tweede klasse. Dat is niet erg, hè? Ja, dat, vind ik, dat snap ik wel ja. echt. 1B vind ik ook En dan eens... één amateur, want daar moet een één voor staan. Nee, jongens, eerste Bundesliga, tweede Bundesliga, dat, dat is het, hè? Dat is, dat is geen schande, hè? Nee. Ik denk dat ze dat wel hervormd hebben. Omdat Eredivisie, eerste klasse, divisie. Eredivisie met het kerkhof. Ja, oh, ja. Ja, ja, maar het is nog het kerkhof, hè? Ja. ja. <laughs> Ja, ja, het is nog altijd een competitie waar je niet wilt inzetten. Dat is helemaal waar. Dat is helemaal dat was waar. zelfs de Proximus League hè, voor ja. De 1B. Ja, oké, okay, maar dat is dan een sponsor. Die, ja, 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 dat door. begrijp ik. Als die geld geven, ja, dan, dan neem je het aan. Hè. Uh -huh. over, ik moet straks nog iets over de kerkhof zeggen. Maar het, nie, het niveau, heb ik het gevoel, tussen 1A en 1B is wel kleiner dan het tien jaar geleden was. Tussen eerste en tweede klas. Het algemene niveau? Het algemene niveau zeker wel. Niveau. Maar vroeger had je, je had ernaar dat... naar gekeken. Ja, toen we met mij als in tweede geen, klasse speelden, was, was dat ga, 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 sorry Antwerpen dat was een, een profclub mm. en dan hadden ja Dessel en Geel Karen, ja, die was dat er ook nog hè? was ook al zo ja dat, maar, dat was niet meer als maar het verschil was gigantisch en als was dan zo ja juist gepromoveerd van derde ja. klasse veel jongens die op de, de bank werkten in een schoenenwinkel werkten dat verschil was zo gigantisch dat was eigenlijk terwijl de westen wat dat betreft maar nog mm. daarvoor had je wel, was dat wel een geweldige competitie tweede klasse in de tijd, ik zeg maar iets, tongeren spelen daarin, diest, Alleen, maar dan spreek ik echt over. En mm -hmm. dat zal economisch nu niet meer mogelijk zijn, nee, dus nee. dat bedoel ik niet. Hè. Maar dat waren wel tijden dat, je, dat, je, dat er in tweede klasse 10.000 man zat. Hè. Ja. En dat, dat is wel wat je uiteindelijk. Wauw, ik ging. Ik ja. ging ik ging op, zaterdag, op zondag kijken naar Hamme, dat was vierde of derde klasse. En op, op, op dinsdag, op zaterdagavond, fietste ik naar Sint-Niklaas om naar tweede klasse te gaan kijken. Ik heb Juan Lozano met Aalst in tweede klasse op Sint-Niklaas spelen Na zijn erg, want Juan kon niet meer lopen na, na die beenbruk. Maar ik heb, dat was wel wauw. Ja. Dat was sfeer, dat was... Ja, een, heel, een, hele, een heel stadje liep uit. Om, maar oké, okay, dat is veranderd. Hè. Er zijn ondertussen iets meer ontspanningsmogelijkheden tegen Ja. Toen had je dan ook een goede Ja, ja. 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 Oh. Hey, de racing, de, de racing dat, dat leefde wel, hè? Hey, dat leeft nog, met wat minder volk, maar dat leefde wel. Mm. Misschien komen die tijden sowieso niet meer terug. Nee. Dat er 10.000 man in de klas had dat, 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 terug, ook, dat, dat nee. inderdaad meer ontspanningsmogelijkheden mensen, doen het minder makkelijk. Serrain was toen tof om TV naar te zien, kijken. Hè? Ja. Sorry? Je kunt de hele zaterdag voetbal op tv. Ja, zijn. Teurlijk, dat was toen al Tuurlijk. Nee, nee, dat is gezegd. Je zit moe gekeken als ja, het avond teurlijk, is. Tuurlijk. Ja, dat, dat, dat is kapot gemaakt door tv. Ja. Door, door ons. Ja. Super. Mm -hmm. Ik ben gestopt met je ik heb het dan even kapot gemaakt. Oh! oh. oh. Goeie nou, vraag, lakske. Ja, ja lakske. Ja, ja. nee, 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 nee. Nee, maar... Ik vind dat erg, want ik, ik heb de ja. ik, ik fijnste jaren van mijn leven in die reeks. Ja. Um, Kerkhoff. Ja, Kerkhoff. Kennen jullie Pino Wilson? Nee. nee. Jij ja, wel? Ja, nee. Maar... Ik heb er even over verteld. Ja, maar... omdat Pino Wilson was de, de aanvoerder van Lazio Roma. Dat in 1974 kampioen. werd Twee jaar nadat ze tweede, uit uh, tweede klasse waren gekomen. Dus het eerste jaar waren ze derde geworden. En nu uh, in 1974 uh, kampioen van Italië voor Juve. Okay. Een onwaarschijnlijke ploeg met uh, twee kleedkamers. Op het trainingscentrum, want enorme clans. Enorme ruzie. Mannen die met pistolen rondliepen. Op... Bij Lazio. Binnen, de... Binnen de club. Als ze, als ze in de spelersgroep. Dus als ze op, uh, op Oefenkamp gingen. De, die mannen kaarten niet, maar die hielden schietwedstrijden. Op blikjes en op <laughs> dingen. En dus echt met enorme figuren. Mannen die ook aan hun, aan hun Receconi is vermoord. in een soort overval op een, op een juwelierszak. die eigenlijk als grap bedoeld was, maar die juwelier. Ja, snapte dat niet en die mens verdedigde... Was ja, ook, niet echt, ook niet echt grappig. Nee, ook niet Allee. echt grappig. Dus. Maar ja, Kinalia. Kinalia was de bomber, de, de, de spits, een geweldige goede spits, die nadien nog met Pelé in, in Cosmos heeft gespeeld en enorm veel goals heeft gemaakt. Ik heb het vandaag gelezen, echt, ik denk 742 goals in zijn carrière. Oké. Okay. Ja. Wel, ja, wel met oefen, nee, ja. oefenwedstrijden ja, ja. Wel, ja. maar toch, ja. oké, okay, wel, wel straf. Ja. Ja. Dan, kan je, dan score je wel makkelijk. Ja. En Pino Wilson was... Een moderne Libero. Echt, echt dus. Okay. En, maar het mooie is... Hij, hij is overleden, uh, ik dus. Maar het, het, het mooie is dat ik... Ik, ik las een stukje in, in, een, in een obit. En daar zijn ze echt heel goed in, de Gazette. En dan maken ze echt een stuk over, over die revolverhelden. En over het feit dat die, die klants in de kleedkamer zondag waren. Daar gingen die door, voor mekaar door het vuur. Maar... Elk, elk trainingspartijtje was oorlog en, ja. en, en ruzie. En, en daarom hadden die echt, de twee clans hadden elk een aparte kleedkamer. Een fantastisch verhaal. Maar Wilson was, was de aanvoerder. En de coach was uh, Tommaso Maestrelli. En dat was echt een man die vrij visionair ideeën had. Voor, zeker voor het Italiaanse voetbal toen. En nu kom ik er. Wilson ligt in de familiekapel van Maestrelli. Zijn, zijn, zijn lichaam okay. Okay. is daar begraven. En Kinalia ook. Dat vind ik zo mooi. Maar, wat, wat... Dus bij hun trainer? Die mannen liggen bij hun trainer? Ah, die mannen liggen bij een trainer. liggen in, in de, in de graftombe van hun coach? <laughs> dat is toch prachtig? Ja, ja dat is dedication. Vind, ja. vind je dat prachtig? Ja, ik vind dat prachtig. E, Oké, okay, dat wil waarschijnlijk zeggen dat hun leven nadien niet, gel niet gelopen is zoals dat we allemaal een ideaal leven zien met vrienden en liefden en familie. Dat zal wel. Maar dat je... In, ja, ik vind dat prachtig. Mm -hmm. Oké. Okay. Ja, ja. ja, ja. Ik weet niet wat zeggen, maar dat is niet erg. Ik weet ja. niet of het te verkiezen is, hè. dat bedoel ik niet. Hè. Want je hebt waarschijnlijk inderdaad, is het te verkiezen dat je naast je vrouw ligt? Of, of, of in. Maar als je leven zo gelopen is dat dat niet kan, dat, je dan, mm -hmm. dat de poorten opengaan van je coach. <laughs> ja, Hoeveel... dat, vind ik, dat vind ik mooi. Jij zou bij die nemen. Neemcoach... Ja, ik was toch aan het trekken. Sorry. Bij jouw coach die ik je daar heb... net belachelijk gemaakt hebt. Bij de Walter. Ah, oh, nee, bij de Walter niet. Hè. Maar ik heb er wel een paar waar ik graag zou bij liggen. Nee, die, die nou Mensen moet je die ik opkomen. hoog, zeer hoog haak. Oh, te veel om. iemand nee, gaat er vergeten. Nee, ah, ja, oké, okay, dat is goed. Maar ik heb er wel. Ik heb één, één coach, een jeugdcoach die overleden is. Hmm. Daar zou ik direct twee willen bij, bij ja. liggen. Ja. En anderen ook, maar, maar hij, hij, aan hem denk ik ja, ja. nu je kan die band wel hebben met, met, met een coach. Ja, absoluut. Ja. Maar het, is, het, is, het gaat natuurlijk wel heel Heb jij dat gehad? gehad. Heel ja, gehad. als pro, voilà. Ja, bij, bij jeugdcoach uh, bij Mechelen, ja. Winnie nee. Stevens. Ik heb hem vijf jaar gehad, dus hij ging ook, hij wou ook alleen maar bij Mechelen blijven als hij met ons ploegje altijd mee. Ja. Dus van de min 10 tot de min 15, ook die uh, gaat als trainer. En eigenlijk, hij was ook scout van KV Mechelen en hij vroeg dan altijd elke zaterdag: wie wil er met mij meegaan? Ik, altijd, ik ging dan met hem mee. Ben ik ook eens naar de befaamde Beveren Antwerp gaan zien. Dus ik moest dan kijken bij de corner en ik zei: ja, die, 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 die staat daar. Ah, ja. Hij was dan aan het schrijven. De heb je drie goals binnen op corner. Daar werd toen Graham Stack aangevallen. Dat was die wedstrijd. Ja. Zalig. Dus ja. En vindt hij, hij vindt die die, die kwam mij ook halen, want mijn, mijn papa moest dan in het weekend he, die, een extra job, die werkte in Hofstade dan als, 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 als uh, keldner. Okay. Dus uh, mijn papa hij kwam mij niet brengen aan training. Ja. Dus hij kwam mij dan ook altijd halen en zo. Dus, uh. Maar dat is, dat is dan toch waarschijnlijk ook de mens die... Die, die, die heeft jou, mij gevormd als voetbal. En hè? je band met KV Mechelen is eigenlijk... Voor, voor 60% aan hem toe te schrijven. Tuurlijk, het, ja, voilà. Absoluut. absoluut dat is altijd, gevormd, je als... hebt geen band met een club. Hè, je hebt een band met mensen en in ook, een club. Ja, ja, hij, is, dus ja, hij was Engels. Hij is, hij is, hij is Engels. Um, opgevoed. En uh, die hield ook altijd rapporten van de wedstrijdjes bij. Dus ik heb ook nog een WhatsApp-groep met een paar van mijn uh, vroegere, vroegere ploegma's. En uh, hij heeft even via Facebook zo een paar van die rapporten van toen in de tijd... Uh, uh -huh. doorgestuurd en ja dat, dat, dat is nostalgie ik krijg daar wel een soort van kippen wel ja, als ja, dat nog is nog omdat wij ook zo vijf jaar die ploeg is vijf jaar samengebleven hè. wij speelden altijd top drie top, ay, top ja, ja. vier en dan zie je dat he, Steven met een geweldige actie en dan Bram Cotin. Echt zo, een dat slalom is. van met vijf mannen gedribbeld. en dan in de winkel like, zo, Maar echt zo mooi neergeschreven. Ja, en zo. De passie van die mensen die dat allemaal. Ja, ja, maar ja, echt die, die ja, had zo ja, die ja, rapporten. Ja, want ik was ja, gestopt ja. met voetbal en hij heeft me... allemaal. He, ook voor KV Mechelen. Die maakte een reportage over mij. En dan hadden ze aan hem gevraagd: van Kunt je er eens in hij had zo van die rapporten erin, ja. eh, erin ja, gezet. Ja, fantastisch. het was echt, ja. Mooi om te zien, en ja, die man heeft me ook ja, als, als, als voetballer eigenlijk gevormd. Hè. Mm -hmm. ja. Dus ja, ja, zelf dus... mocht dat niet. mocht maar twee of drie jaar met die ploeg meegaan. Als ja, bij ons was dat wij wouden ook met niemand anders. Ja, ik dacht toen, want dat is beter, maar als ik het je nu had vertellen, en ook wat jij zegt, ik weet het ook niet. Want dat is echt dat een goede goeie de trainer, de die, die, die maakte ons echt beter. Wij, wij speelden echt voetbal, hoe, dat het, nou, hoe dat het moest gespeeld mm. uh, worden, volgens, volgens mij dan toch. En wij werden ook, wij waren een ik kwam KV Mechelen, wij speelden top 3, dus ja. We... Mm. Mm -hmm. top de fight mens, Het ja. is ook de, mm. niet alleen het voer dus is ook de mens. Absoluut, absoluut. Ik heb allee, Etienne de Wispelaar, die, die Dries heeft uh, bij Aalst ja, ja. Uh, gered. Ja, ik heb die ook gehad, dat is de mens ook. Hè, dat oh, Aalst, waar heb je, je hem gehad? Bij Waarschot, twee jaar. Mm. Mm. In het Gent, Die kwam, uh, ja, ja, ik studeerde dan, en vanuit Antwerpen half zes gedaan in, in de Sint-Andrieswijk, Sint twee voor zes de trein op oh. naar Gent, in Gent-Dampoort afstappen, mee naar Eeklo naar Waarschoot rijden en in oh, Gent was Philippe dat de ja, echt crazy dat is ik dat een, deed. Je bent ook sportcoach geweest hè? Ja, uh, ja, geweldige mensen, mm -hmm. ja, echt ik, geweldige mensen, ja. ik, 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 met zijn zwart haar, ja, ja, ja. ravenzwart, hij is net zeventig geworden, ik heb iets ingespeeld, zeventig jong heet hij <laughs> ja. En hij is nu naar ook. hij is Pauk gaan scouten, hij scout voor haar agent, ja, dat weet ik. Dus, uh, nou ja, echt. Dat ook zijn wel, mensen... Ook wel een zotte passie dan. Oe, 70 ja. nog zo... Ja, ja, ja. Cool. ja en, en, en het allerbeste Gentse accent. <laughs> ja, van, <laughs> Super de, sappig. van de wereld, weet je. Echt waar. <laughs> niet normaal. Dat is zo'n achternaam zo. ook. De Wispelage. Ja, de Wispelage. Ja ja ja, 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 ja. Ik heb het niet mee maar... Uh, mooi dat we hier een rondje van mooie mensen uit voetbal een keer hebben, want daarvoor, ja, daarvoor doen ook, we he? het toch, zonder ja, te ja. meerig te klinken natuurlijk, maar uh, bezouz, hè, we moeten ook bezoet zijn nu dat we toch bij Gent zijn. Ja, het moment van de week. Ja, ik vond dat wel. Fantastisch, hè? Ja, Echt geweldig. En ik zeg het, de reactie van, van, van de zotte spelers, dat was ook ja, pletings, heel mooi. hè? Ja, die die vooral, hè? Ja. ja er waren nog andere zelfs, als ja, je de, de, de Russisch bekijkt, die gingen na de match naar Bezoes toe en niet voor het oog van de camera want het was van ver, het was niet dat er iemand opstond en die, die ging hem feliciteren en troosten en, ze, en die ging iets zeggen ay, ik weet niet waar, maar die ging echt iets zeggen want ik hoop dat alles in orde dat was een mens, terwijl dat die net natuurlijk mm -hmm. verloren was mm -hmm. in de allerlaatste seconde door wow. dat was echt, dat oversteeg echt alles dat was dat is mooi en als we toch in Gent blijven, weten jullie wat er met Borat aan de hand is? Die wou weg hè? Die had transferitis en, uh, en trainde niet de dag voor de wedstrijd op Club Brugge. Dat uh, was zaterdag. een transfer nog. Want het was... is er nu vier of vijf matchen niet in hé? Nee, ja, dat daar is transfer op het laatste moment nog, omdat in Turkije de markt nog open was. En ja. hij was een transfer nog forceren. Nou, hij zei officieel ja. dat hij ziek was. Dus. En ook wel geprobeerd om, om een beter contract. Als het geen transfer was, contract. En dan zeiden ze bij Gent, ja, nu, nu hoeft het even niet. Ja. Ik vind dat slim. Ik vind dat ook slim. Sorry, ik vind oh, dat uh, echt slim. Dat ja. kun zo... je wel alleen maar doen als je zo'n tweede keeper hebt. Ja, hij ja, 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 trekt dat goed was... Oké, okay, hij doet het goed, maar daar was niemand zeker van. Hè. Nee, nee, nee. Dat, op het moment op dat, moment dat nee, ze nee. het doen... Maar dan had je misschien nu wel al rapper terug ingegrepen. Dat denk ik wel. Ja, ja, nog iemand gaan halen zoals Ajax nu uh, Ruiter is gaan halen. Hey, inderdaad. Maar heb gemist. Robin Ruiter, denk ik, ah, ja. hebben ze gehaald. Ja, Oké, okay, Ja, ja uh, van in Engeland. nu hebben ze ook gehaald. Ah, echt? Ja. <laughs> Daar heb ik niks van gezien. <laughs> ja, wel, pijnlijk voor... Uh, allez, de voorzitter die in mid-mid nog zei van... Oh, de supporters, kwijt. Ja, dat zijn dat, nog... dat was wel een laatste... Ja, ja, ja pijnlijk. Okay. Halen, ja. Niet pijnlijk voor en publiek, maar gewoon voor hemzelf. Want hij zei toch dat dat hem heel veel pijn zou doen, mocht hij vertrekken en hij is nu weg. Nee, ik denk dat hem toen wel ook al 99% zeker wist dat dat ging gebeuren. Ja. Maar, maar ik vind het wel, want er was heel veel reactie op, ook... Uh, ik vind wel geen Musonda transfer. Nee, dat, dat vind ik ook. Dat is een groot Daar verschil. vergeten we ja. de lijn wel in te trekken. Ja. Um, in welke zin? Chelsea. Ja, Chelsea Ajax wordt toch een Ajax is ja. wel, die gaan zo iemand toch halen met een plan en die mm. hebben toch al genoeg bewezen. Okay. Wij laten die effectief in de eerste ploeg komen als het traject loopt zoals het moet lopen. Mm. Het ding is natuurlijk dat er wel een som geld bij te pas komt. dat er daar dan fel naar gekeken wordt. Maar ja, op zich. Nee? ik vroeg gewoon. Het en to, de ik denk, de, uh, het verschil, ja. wat ik ervan gehoord heb, is dat het niet de beste schoolganger is. En dat uh, bij Anderlecht, vindt ze dat belangrijk, dat die naar normale scholen blijven gaan en een heel traject daarvoor doen. Maar dat vind ik dan dat wel belangrijk dat dat Ja, dat, uh, dat, daar, dat is daar en dan kan hij meer voetballen toch. Wel, maar dat vind ik, ik begrijp dat, hè. Tuurlijk, zeker van die jongen dan. Maar het is wel erg dat als je in principe iets heel goed doet, namelijk ze ook nog proberen zo hoog mogelijk school ja. te laten lopen, dat dat in je nadeel werkt. Ja, dat zal niet de enige zijn. Nee, 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 nee. Maar, maar dat, dat wordt dat is, is, ja. Ja, ja. Dat vind ik wel jammer. Ja. Want uiteindelijk moet je net dat aanmoedigen. Maar het is dat ook wat toch Jorie ja, Tielemans bijvoorbeeld hier heeft gehouden. Zijn mama stond er toch op dat hij Ja, ah, ik heb. En de... de... ja. Ja. Ja, nu moet ik het zeggen. Ja, natuurlijk kan ik het zeggen. Ik was, uh, ja, ik was ook al aan het voetballen op mijn 16 in de eerste ploeg, dus ik werd toen ook al zo uh, bekend. Uh, ik zat op school in Genk, dus ja. ik mocht dan s'morgens. Ik zat topsport, dus wij trainen altijd s'morgens, dus ja. ik mocht dan gaan trainen in de eerste ploeg. Maar ik werd 18 in april. En ik, zei, uh, ik stond op en ik zei in het gastgier: oh, Ik ga niet meer naar school. Het was april, hè? het was ja. echt 15 april was mijn verjaardag. 15 april 18. Dus ja, een maand later begonnen de examens. Ze is middelbaar. Ik dacht die skip ik even. Ja. Ik zeg: ik stop ermee. <laughs> ik zeg, ik ben toch al aan het voetballen. Ik zeg: ik stop ermee. En die, ja, die man van het gas, Willy, die zegt: Ah ja, oké, okay, ja, is goed. Uh. <laughs> dat je daarna Steven, ik denk dat je even bij Ariel Jacobs moet gaan. Ik was toen technisch directeur, ja. bij Genk. Um, ja, ik met mijn boekentasje <laughs> ja. Met Mijn boekentasje bij. Jacob ik ja. heb Steven zit, Ja, hoe is het? Ja, hoest. Hij ja. wil stoppen met school. Ik zeg: Ja, ik wil stoppen met school. Je gaan was we niet gegaan. Ja, ja, okay. ja we zo. Gaan we niet doen. <laughs> ja, ja. ja. Als jij niet naar school gaat, dan gaat ook niet meer voetballen. Okay. In de eerste ploeg al. <laughs> ja. Ja, we ja, we wel hoe? Ja, dat vind ik wel goed. Dat was echt wel. slimme wel Maar mensen. was eigenlijk ook dom van mij. Hè? Ik bedoel, 18 jaar ja, zijn. al twee maanden. Op twee maanden dus ja. Ja. Ja, ja. Maand van, van mijn diploma. <laughs> hè? Ja, dat is zo. Nee, sorry. Goed vandaag echt zwijgen. Nee, maar ik, 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 ik snap de 18-jarige die dat zegt. En die denkt, Hé, jongens, ik mijn, mijn carrière... Ja, is er, en dan wat komt u allemaal? Maar mijn 16 en ik basisspeler in Genk. En juist mijn contract verlengd en zo. En dan dacht ja... Maar het is pijnlijk. hè ik denk... Ik de papa zijn, en hij is hier opgegroeid en ook van uw acht jaar daar al zit. En ik zit toch ook bij een club die ervoor gekend is. Om een traject te hebben voor je. Om een jaar, traject te ja. hebben, om een ding. Ik denk dat ze dat ook wel zullen hebben Ik zou Want... hem hier hebben gelaten. Maar ik vind geen schandalige keuze. Nee, 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 ook nee. niet. Marosch, en we moeten ja. ook niet een doen. Anlicht gaat ook bij, bij Liers ja, ja. en bij Tuurlijk. Aalst en zo. Tuurlijk. Dat, dat, dat denk... ik altijd als Van Olsbeek. Van Olsbeek kwam dan in de studio zitten. Oké, okay, hij is nu verbrand, maar in de tijd dat hij niet verbrand was. Dan kwam hij een extra tijd. Dat kan me wel niet meer voorstellen. Maar. Nee, maar oké. Okay. <laughs> er was een tijd waarin hij niet verbrand was. Dan, dan zat hij en dan begon hij inderdaad. Uh, ja, en ik begrijp dat, hè? want dan begon hij schande besteden. te spreken over. Ja, en dan komt Sevilla en dan bieden die... Ik zeg, waar hebben jullie Lukaku gehaald? Hm. Ah ja, 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 dat, dat, dat telde dan niet. Terwijl in de, dat is het watervalsysteem Absoluut. en dat is, dat is geen schande, want iedereen doet dat. Maar ja, ja. boos zijn op die boven u, maar zelf, zelf ben je ook boven iemand. Het enige verschil is. Uh, de jeugdopleiding die Anderlecht kan bieden ten opzichte van iemand die van hè, in ja. het geval van Lukaku Boom komt of van waar kwam die in die jeugd, wint dan, boom, de jeugd, Wintam, Boom Lierse op dat ja, moment, ja, Lierse ja. is uh, waarschijnlijk, waarschijnlijk verhoudingsgewijs, ja. Lierse is misschien nu net een slecht voorbeeld ja, omdat hij altijd ja, een goede ja. jeugd ja, maar, ja, maar oké, okay, verhoudingsgewijs is die opleiding beter dan wat, ja. maar, maar zeker met geld maar schrikt Busquets dus. wanneer is die binnengekomen bij Barcelona Busquets, denk je is dat een product ja, van, van omdat je het zo vraagt, ben ik in de wacht, 15 jaar Hmm. dus hmm. dat is geen product van Lamas. Dus ja. Busquets is, is, ja. is gefinetuned ja, ja. en natuurlijk, maar er zijn spelers voor wie het zelfs een voordeel is dat ze niet meteen in dat gestroomlijnde terechtkomen van een perfecte opleiding daar ben ik ook van overtuigd mm -hmm. Ja, want het kind zijn is eraf. Hè. Allee, voilà. Genoeg jeugdtoernooien gespeeld waar je Anderlecht zag afkomen of Ajax zag Allemaal dezelfde training, ja. allemaal dezelfde schoenen. Die opwarming met klappen in de handjes, ja. allemaal op hetzelfde ritme. Die jongens die mochten niet naar de hamburgerkraam gaan ja. tussen het, die, het toernooi. dus hè, om, We moeten pas binnen drie uur spelen. Dus wij gingen bij de ouders hè, bonnetje pakken, kolakje drinken, <laughs> frietje binnen spelen. En, en. Ja. Die van Ajax die zaten daar allemaal zo... Uh, <laughs> ja. yes. Want mm -hmm. we een kind zijn, zijn, hè? Ja, ja. Hij had zal... toch in de finale gewonnen van Ajax. Ja, ja. Klasse Steven, dank je. Goed joh. <laughs> Ik of dat ja. één kan <laughs> <mee gaan> <laughs> Maar Hij zal waarschijnlijk sneller bij. Als je nu echt, hij zal sneller bij anderlecht in de eerste ploeg belanden dan bij Ajax. Is mijn gevoel toch? Denk hmm. het wel? Ja? Denk het ook? Dus dat is ook wel iets waar je toch. In principe rekening mee echt, zou moeten eh, houden. Allee, we moeten echt nog zien hoe jij dat gaat groeien. Hij moet tuurlijk. volwassen worden. Ja, tuurlijk, dat dat weet je, weet je ziet hem op die foto's dan vandaag. Je zou, maar, 16, zelfs, je zou hem zelfs geen 16 geven. Maar is dat de kans dat, dat de familie daarom ook denkt: van stel dat dat niet gebeurt, dan hebben we toch dat geld al? Ik snap dat wel. Ja, voilà. Ik snap dat wel. Er zijn ook mensen. Ja. Maar ik snap de keuze voor Ajax, ja. omdat ze zo bekend en zo beroemd yeah. zijn voor hun, voor hun opleiding. En, dat daar, ja, maar ja, het is constant en wat scouts zo... ook zeggen: het Nederlandse voetbal. echt waar, ja, hij en Het plan, gemaakt, plan met Bonida is ook eerst jong Ajax. En in de keukenkampioen-divisie maar is het, het is lekkerder in... voetbal dan in 1B. Maar, ja. maar zelfs in de Eredivisie is het lekkerder voetbal dan in de Jupiler ja. Pro League. Want ja. het is ook wel een, 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 een haaienclub. Hè? Je, moet, je, je komt wel in de Amsterdamse mentaliteit. Ja. Zo simpel is dat ook niet, hè? Ja, maar dat was dus ook een ding. Op Twitter en zo werd er dan gezegd over het filmpje dat het dan gemaakt, dat Kenneth Stiles had dat gemaakt van ons, die, dat er te veel druk werd en te, Maar als je, ik heb die jongen nu één keer mee gesproken en zo. Die is wel zo. Die gaat die keuze nog, die weet wel wat de gevolgen daarvan zijn. En ja, oké, okay, dat kan. Ik denk niet dat hij zich daaraan gaat mispakken. Ik als hij ik... het niet haat, dan gaat het, denk ik, met maar zijn lichaam te maken. Wat denk jij, voor... Wesley? Wesley Song? Nee, toch... Ik denk dat ja, Wes toch iemand is waarvan je denkt alles zelf vanaf, dat is een eend, zelfbewust. Ik ja. heb die eerste training bij Ajax gezien, die, 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 die viel over de kegeltjes. Hè? Open voilà. training, ik bedoel maar. Zelfs zelf, Wes zelf, 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 die zonk heeft een blackout soms. Kan? <laughs> nee, <laughs> dat gaan we niet over. Dat was dat die, die dat woog, die, die stond ineens: oh, ik sta bij Ajax. Dat, dat is niet zo maar simpel ik, maar, misschien is dat maar bij soms kun je beter zo jonger misschien komt je, voilà, je beter jonger voilà. dat je daar, daar al op besef van ja, en voilà. Wes heeft dat daarna afgelegd, want hij heeft echt wel gepresteerd ja. maar ik, ik, ik herneem me echt die eerste training dat was echt een, een dwaze training waar iedereen mocht komen filmen en <laughs> met, 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 met een bal rond de kegelke en Wes bleef hangen om dat kegelje. en niet één keer, maar een aantal keer en niet om het dat, <laughs> dat zou ik noten, nog... dat zou jongleren bij je voorstelling dat je daar een plek aan hebt een beetje leek het daarop ja. En dan, dan zie je er wel direct, want je voelt ook, hè, Sneijder, dat is niet de tofste hè, om, om een oefening mee te doen. Hè. Die speelt nu een bal in ja. net slecht. Hè, terwijl hij ja. die, die perfect kan inspelen. Hè, maar die speelt die net slecht in en net te hard. Hm. Want bij Ajax passen we hard. Ja, ja. Nee, bij Ajax passen we juist. Hard is niet altijd juist. Nee. Dat Sorry. is de grootste misvatting. <laughs> maar oké. Okay. Hm. Maar daarom is het... Dat ze de gisteren denk... <laughs> ja, tegen Beerschot ook veel... Uh, wat, te harde passen gegeven, zeg ja. maar Sam, sorry voor de tinterment. Uh, ja, dan ben ik het weer kwijt. Oh, heel weinig. Ah, ah nee 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 nee. Oh ja ja. Blackoutje. Blackout kan kan de, nummer twee. kan het best. Ja, gedacht, heel heel weinig geslapen. Is uh, hij zegt... niet terug? Nee. Uh, ja, een argument mooi. voor Belgische ploegen vind ik ook wat jij zegt, de mentale druk. Ja, als je al fantastisch kunt shotten, dat heeft hij gedaan. Ga maar om met de mentale druk die er bij een ander ligt in de eerste ploeg. Zet, is, mm -hmm. En dan daarna zal al de rest wel komen. Hè. Mm -hmm. Ajax is die onbekend. de weg van Tilemans is toch een weg waar je als club mee mag pronken. Je mag toch, als, zoals, zoals Club Brugge later gaan mogen pronken met de ketelaar. Ja. Mm -hmm. Dat zijn toch. Ideale voorbeelden. Mm -hmm. ja. en, en het is inderdaad niet Muson, je mag dat niet één op één, nee. maar je mag wel zeggen: van ik snap wel dat je als club dat voorbeeld gebruikt. Van, pas op. Maar terzij, van degenen die echt naar de absolute top zijn gegaan, kan ik mij maar één die echt nog een carrière er heeft uitgehaald. Janus zei. Janus heeft denk ik dat op ja. zijn niveau is terechtgekomen. Ja, ja. Hij uh, dus is ook gedeputeerd ja. bij, bij United. En ja voila. een eerste seizoen meegedragen ja, ja. mee. okay. Dus die, ja, Allee, zijn karriere karriere is zijn carrière Hij heeft he? ook pech gehad, maar zo Bosse Er zijn, zijn nog Sons, heel zo, veel ja. voorbeelden. Ja. Bij Real, bij Inter herinner ik mij er een paar mm -hmm. uh, dingen van. Uh, Ostende die nu heel veel pech had. seizoen, in die oh. ja, bonen die goed seizoen was begonnen. Tegen Gent zie ik hem nog uitvallen. Dat was United ook. Ja, dat was United. En daar eigenlijk bij de U23 veel gespeeld en goed gespeeld en echt niet. Nee. Bover ja. Verlinden ook. Ja. Die heeft ook al veel blessures. Maar ja, hey, uh, de, de, de zoon van Mark Emmers. Xian. Xian, ja. Xian. Xian. bij Inter. Ja, die he, dan je van, werd daar echt groot. Ja, dat was je er stukken ja. over van. Huh? En dan kwam die bij Waasland in en dacht ik, huh? Ja. Dus ik bedoel niet dat die ja. jongen niet kan shotten, hè, want nee, die nee, kunnen nee. allemaal voetbal, Maar dat is het probleem. Ja, van. Mm -hmm. Misschien is het dan ook op foute het foute moment dan? bij Waasland Beveren. Hè. Dat kan, hè. Ja. dat speelt ook zeker een rol. Zeker, hè. je moet geluk hebben in je, in je watervalclub. Hè. Daar moet je echt bijna nog meer geluk <laughs> dan in je, in je stijgende lijn. Mm -hmm. Watervalclub. Ja, mooi, ja. mooi gezegd. En ook wel... Allez met alle respect voor Beveren, bever maar wel een groot verschil te, groot verschil, sorry hm? Even mijn ja, Waasland ja, groot. groot verschil groot, groot, verschil. groot, groot, <laughs> groot verschil tussen interim en, en Waasland ja, Beveren, meester nog een tussen ja, maar maar diep was, op de kaskade. maar je zag die wel voetballen en dat was, ik had niet het gevoel dat hij zich te goed voelde voor Waasland beveren snap je Nee, maar de aanpassing is zo ja, ja, groot denk wel. Ik. Ja. Maar, maar je zou kunnen zeggen, joh, je denkt dat ja. dat gevoel had ik daar nee. niet bij. Nee, maar ik denk wel dat het niet lukt. Ja. Ja. Bij om een bepaald niveau hebben gespeeld en je denkt anders. En ja. dan kom je bij wasland en die denk je niet altijd nee, nee, dat even is, goed ja. of even snel mee. En, en tegelijkertijd denk ik niet dat je, dat je de jeugdopleiding in Italië, ik zeg niet dat die slecht is, maar spelen die een, een, een competitie onderling? Ja, de Primavera ja. zo. In zo'n grote land. Ja, Primavera speelt wel hè, onderling. Ja. ja. Ja, ja, dat ja, is ja, ook een te... redelijk... Ja, ja, ja. ja, ik weet wel dat... Die wel, ja. De Primavera wel. Maar daaronder dat weet ik niet 23, of die... 23 denk ik. Of die... Ik denk, denk 19 niet... hebben die ook. Hey, die gaan regionaler spelen. Ja, ik denk ja. niet dat Cagliari eerst... naar Juventus reis. Ah, dat ja. twijfel ik aan. Maar, maar dat is in Engeland regio's. ook niet zo. Nee, in Engeland nee, ook nee, nee, niet. daar voilà. heb je ook niet tegen... In Noord heb je wel het Manchester United speelt tegen Manchester City. Ja, ja. Dat wel. heb ook verschillende... Maar dat is regionaal ingedeeld ook. Ja. De Premier League 2. Dus top. dat is wel een voordeel weer voor hier, want je speelt hier echt wel altijd tegen de beste jeugd van het land. Nu, intussen, ja. de beste... Alleen er zullen wel nog meer goede jeugdspelers in, in City zitten dan in heel België misschien, maar toch... Pas op, alle... Allee. De, de Bel en, en Anderlecht een, een brugge bij jeugd internationale jeugdtoernooien. Hey, toch jeugd goed, hè? Altijd. Ik heb in de Bruine Cup. Ah, als jullie afkomen eh, eind mei... Ik bedoel, wanneer jullie afkomen eind mei, dan eh, zullen <laughs> jullie zien dat eh, Anderlecht daar de finale speelt. Ik heb, ik heb er nog een Anderlecht keer... speelt bijna altijd overal de finale. Dus, uh... ja, dat is, ja, dat is zot. En die ploeg toen, dat was echt eh, een straf, straf elftal. Ik heb er ook maar, nog uh... een keer voor de, voor de grap uh, commentaar gegeven voor Video House, die zo nieuwe hmm. camera's wilden uitproberen. Zeiden, Kun jij niet ja. gewoon een keer commentaar geven? En dat was toen Anderlecht tegen AZ. Dat was een, heerlijke dat was een heerlijke finale. Dat staat nog op YouTube, denk maar maar ik. Maar zag, dat uh... moet wel moeilijk zijn, toch voor u? Ja, ik had 0,0 ja, verwachtingen, want niemand ah, ja, kijkt. Ja, okay. Dus ik zit maar daar ik gewoon zag, uh, okay. Genk Chelsea. Ah, Oké, okay. echt niemand kijkt. Nee. Ja, Genk Chelsea, uh... Genk Chelsea was 5-1. Ik zag Geng daar flitsen. Echt hey. hey. gehad. Toch? Nee, tegen Echt? Liverpool. Nee, tegen Liverpool, Liverpool zijn ja. ze eruit gegaan. Hè? Ja, 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 ja maar. Chelsea. Ah ja, die heb ik niet gezien. Vijf in ingolven van vijf, Chelsea. Ja. Echt? Was er een, een rechterwinger, een zwarte jongen, die... Dat was niet normaal. Die was drie keer zo snel als die mannen van Chelsea. Dat is shot. Dus oké, okay, maar wordt word dat dan de volgende... Dat, dat is onmogelijk. ...rechterwing van... van. Ge, voilà, dat is zo moeilijk, hè. Die Mario Struyckens, die speelde toen mee en dat zag je wel, dat die... Ja. Ja. Zwart, jij hebt ja, nog één ding Ja, zeggen, Over nee. ex intertalenten dan? Senna Yangge. Ja. heeft mij gestuurd dat ik tegen u moest zeggen dat je Senna Miyange moest zeggen. Ja, Miyange. <laughs> uh, miang... miang... okay, miang... het? Kan het... Okay. Ja, voilà, ja. Wat ja, had dat dat het was speciaal heeft... voor gestuurd. Ik dus dacht, ja, kan het. We hebben wel... ook de vorige gezegd. Wel... We hebben dat gezegd, hè, ah, nee, Dat nee, hij okay, was. Dat ah, is ah, niet erg, hè? Nee, totaal niet erg. Hij, en jij hebben een gemeenschappelijke vriend. Mijn zoon. Dus Philippe heeft geen Instagram. En zijn zoon heeft dat wel. Ah ja, oké. Maar ja, dat is normaal. En, Philippe, en, en, ja, nee, maar ik vind nou, dat je kunt je niet. Goed, tegen, tegen. Ik zeg daar niks dat tegen. Maar, tegen nou. maar dus. Ah, ik heb Sam. Sam is nu vriend van mij. <laughs> ja. zeg Maar van mij nog niet. <laughs> nee, papa, ja, ja. Maar dat is ja. schattig toch. Maar ja. het was wel een goed moment. Het is nog één minuut die anekdote. Dus ik ga stiekem padellen <coughs> met Jokka om nog in te spelen voor de rematch van morgen. En ik zit ze rustig om me zegt te Oh nee, Filip is daar. Filip komt daar ook op. Ik Niets denk vermoeden. In mijn eerste reactie is gewoon. Valspeler hier in het geheim komen van Delle die gewoon nee hey, kom om Jude halen Sam. Wat ga jij hier aan het doen? <laughs> Helemaal betrapt. <laughs> ja, heerlijk. Ja Dennis zei het gisteren ook. Dat was wel tof. Het was wel, het was wel... Ja, dat was wel. Dat was Dat grappig. Dennis zei het bedoel je. Mm -hmm. Morgen dus rematch. Ja. Oké. Okay. En wie speelt? Jij met Dennis. Ik met Dennis. Ja. Oké. Okay. Maar het kan na één game zijn, Het is die match die we nog moesten maken. Maar ga toch niet echt na één game staan? 6-1-6-2-6-5 voor maar Hij vond dat geen match. Want dat, die match was niet gewonnen. Nee. Bewijs okay. maar even, <laughs> weet, weet jij wie moet opslaan? Ja. Staat in die WhatsApp-groep. Wie? Wij. Ja, jullie. Maar ik, dat weet ik. Maar wie? Oh, fuck. Ah, voilà. Ja. Dus ik betwist Vraag alles. De beelden op. De wedstrijd is ongeldig, dus jullie moeten er opnieuw beginnen, is dan logisch. Niet opdagen, <laughs> dat is niet onze stijl. Nah. Mijn hoest wordt erger, dus uh, het is tijd om af te ronden, denk ik. Ik moet he. ook echt gaan slapen. gaat Agent door tegen Pauk. Uh, ik denk ik daar gelijk een thuis winnen. Ja. Eigenlijk moet dat wel. Hè. Vind je dat, niet? dat vind ik nu echt dat moet. Hm. Ik hoop ja. dat ook, ja. Dat mooi zijn voor het Belgisch voetbal. Ja. Beter dan Pauk. Beter dan Pauk. Gent ja, is goed. Ja, het is echt goed. Ik hoop dat de terug is, maar ik weet het eigenlijk niet hoe. Wel... Paukslag. <laughs> paukslag. We geven ze een paukslag. Een paukslag. Okay, boom, boom, boom. Paukslag. <laughs> <En> boom, paukslag. <laughs> dat is beter, is beter, hè? Dat, boom, was beter. Ja, dat was beter. paukslag. Dat was beter, Oké. Dankjewel, Filip. Dankjewel, Steven. Sam, Dankjewel. Merci. Volgende week zijn we er op. Is dat is geen goede titel voor de, voor de podcast, want anders moet ik weer boom, paukslag. Ja, gewoon. <laughs> we hebben het ook niet over pauk gehad dus nee niet hè maar dat is niet. altijd goed dat ja, is altijd goed dan, zit, dan blijft iedereen luisteren tot het einde van ja. en maar jij, moet, jij moet de match doen daar ja land. ik ga mee PCR. PCR zeggen in Griekenland dat is het enige altijd land waar we nog een PCR doen oh, PC ja. corona is weg hè? het is nu oorlog dus, dus ja. corona bestaat niet meer Mooi je om niet meer lachen die indruk ja. heb je nee nee ik lach er niet mee maar is de, dat gevoel heb je wel hè ja, ja sorry.